En we zijn live. Een heel bijzondere gast vandaag, Brahman Menor. Welkom in de studio. Ja, dankjewel. Uh, ik heb uh, jouw boek Pranic Living uh, gelezen. Dat, volgens mij is dat vorige week uitgekomen. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt dat is helemaal. Echt, uh, ja. Vers van de pers. Zeker weten. Ja. Nou, daarin uh, beschrijf jij dat je van, uh, van prana leeft. Wat mm -hmm. is prana? Prana, om het heel simpel te zeggen, is eigenlijk de vrije energie die altijd om ons heen stroomt. En um, Tesla noemt dat vrije energie. Ik noem het prana. Voor mij is de energie om ons heen universele energie, um, life force, um, God, Allah, Boeddha, wijsheid. Dus alles om ons heen is voor mij energie waar we van kunnen leven. En dat betekent dat je dus ook niet eet en drinkt? Um, dat klopt helemaal. Uh, in mijn leven eet en drink ik um, eigenlijk zelden of nooit, met uitzonderingen van bijvoorbeeld de kerst hele speciale gelegenheid met vrienden die ik een jaar niet heb gezien, die mijn lifestyle wel kenden, maar er nog aan moeten wennen. Daar wil ik nog wel eens een beetje adepten, maar dat moet, daar moet je rekenen op. Maar wat zullen we zeggen? Um, wat er normaal is, in drie dagen eet en drinkt, krijg ik in een jaar binnen. Oké. Okay. Dat, dat is echt max voor mij. Wow. Want, want Weet je, na, na alles wat ik eet, dan wat drink, merk ik dat ik drie tot vijf dagen last heb in mijn lichaam van, van de effecten van ja. eten en drinken. Ja, en dat wil ik gewoon niet meer hebben. Ja. Is dat te vergelijken met, uh, met bijvoorbeeld vasten? Ja, dat zeg je heel goed. Mensen die met name watervast hebben gedaan, dus, dus vijf of zeven dagen alleen maar water hebben genomen en geen calorieën tot zich. Um, die merken na, na drie dagen al dat, dat het lichaam lichter wordt, helderder wordt, stiller, rustiger. Ja. Vijf dagen nog meer. Nou, dan moet je met het leven op prana rekenen. Dat is gewoon niet 2.0, maar 10.0. Ja, precies. Want hoe minder erin gaat, ja. eh, hoe langer er niks in gaat, hoe stiller het lichaam wordt, hoe hoger je energie wordt, hoe helderder je wordt. Wow. En dat, ja, het, heeft, het heeft zo enorm veel ja. positief effect op het lichaam dat je eens eenmaal gewend bent, eigenlijk ja. daar ook wil blijven. En niet ja. elke keer weer die verstorende factoren van eten en drinken wil ervaren. Ja, ik herken het wel hoor. Want ik heb dan. Uh, ik zit ook altijd met mijn voeding. En ik weet nooit mm -hmm. wat ik nou. Ja, waar, waar ik verstandig aan doe. Ja, uh, wel vlees, geen vlees. Uh, wel suiker, ja. geen suiker. Nou, Die suiker is denk ik wel, uh, wel duidelijk inmiddels. Ja. Ik heb dan uh, zo'n maand zonder suiker gedaan. Ja. En dan uh, vrij uh, radicaal ook. Mm -hmm. uh, dat dus echt alleen maar. Uh, ja, vlees, groente, eitjes. Nog bitterzaden, oh, ja, 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 ja. dat soort dingen. Ja. Maar uh, ja, wat een effect dat dat alleen al heeft. Zeg ja, maar op, je, op je lichaam. Je energie, op alles eigenlijk. Ja. En ja, zelfs mijn ogen gingen erop vooruit. Ja, uh, nee, dat is mijn Pranic Living ook. Klopt ja, ja, okay. ja, absoluut. Ja, dus ik herken het wel. En is dat ook iets wat, wat, wat dieren doen in de winter, slapen bijvoorbeeld? Um, is dat wat anders? Nou, wat die doen is eigenlijk hun, hun metabolisme heel sterk verlagen. Ja, ja. Wat, wat wij ook doen, uiteindelijk. Um, met een hele lage metabolisme, hè, een beer die slaapt. Um, een, een slang die gegeten heeft, een krokodil die gegeten heeft. Ja. Die gaan eigenlijk in een hele passieve toestand uh, liggen. Uh, Hartslag gaat omlaag, maar heel minimalistisch. En daardoor kan je heel lang met heel weinig voeding uh, af. <tie> het verschil is dat zij wel blijven interen op hun massa. Dus het lichaam blijft ja, ja. vetten verbruiken. En bij het proces wat ik mag delen. Um, stabiliseert het lichaamsgewicht en kan je zelfs spelen met je gewicht. Oké, okay, wauw. Ja. Nou, daar gaan we zo uh, dieper op in. Hmm. Maar uh, ja, hoe is dat op jouw pad gekomen? Ik heb daar in jouw boek wel het een en ander over gelezen, maar, maar waarom ja. ben je dit gaan doen? Ja, dat is eigenlijk een, een lang verhaal. Dat is eigenlijk mijn life story. Ja. Um, ik heb tot mijn 35 ste eigenlijk een heel aards... En ik noem het even, laat ik het zo zeggen, een, een niet-awakened leven gehad. Dus bij aardse ouders, een aardspad bewandeld... En op mijn 35e dacht ik dat mijn leven um, eigenlijk perfect was. Groot huis, uh, hoop geld op de rekening. Um, succesvol, een opgepompt lichaam door bodybuilder, Veel eten, uh, alles kon. Ja. En ik dacht, nou, dit is het kan eigenlijk niet beter. Ja, en ergens um, rijkt het leven uh, of klopt het leven op de deur. En dit, dit noem ik het bron. En um, ja, daar stond wat anders in mijn, in mijn boek. <laughs> dus. Ergens belandde ik bij een, 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 een gezin uh, waar een, een meisje zat, die, um, waar ik eigenlijk mee in gesprek kwam. En die, die, um, die deed dansacademie. En in het gesprek vraag ik een aantal keren van Joh, wat wil je ermee doen? En een aantal keren geeft ze antwoord. En elke keer dat ik wat terug zei op haar antwoord, keek ze me aan en zei ze: Je zegt het wel, maar je voelt het niet. En dan moet je ja. je voorstellen dat ik een man was die weinig ja. emoties had. Ja. Flink opgepompte bodybuilder. En ja, ik, ik deed mijn ding. Ja. Wow. En elke keer dat zij wat zei, voelde ik in de energie wat shift. En ik wow. Alsof ik high werd, duizelig werd. En ik dacht, wow, wat is hier aan de hand? Ik voelde ook emoties opkomen. En ik dacht, wow, dit, dit heb ik nog nooit ervaren. En we gaan een, een kwartier zo door in het gesprek. En op een gegeven moment zegt ze, weet je, ik, ik, zet, ik zet even een opname op. Dan moet je maar even kijken, ik laat het je wel even zien. Dus ze loopt naar een videorecorder, dan nog van die grote banden, stopt er een band in, zet de tv'tje aan <laughs> en ze drukt op play. En op het moment dat zij op play drukt, gaat bij mij het licht uit. Ik heb S geen seconde van de opname gezien. Het wow. was een moment waarin ik voelde... Mm, dat het lichaam in atomen uit elkaar viel. En er was een moment van... Wow. En er was eigenlijk helemaal niks meer. Er was alleen maar space, donker... Geen liefde, geen verbinding. En gelijktijdig eigenlijk ook alles wel, maar ik kon het niet ervaren. Dat er was een hele rare um, uh, gewaarwording. Nou, dan kom je terug en daar begon eigenlijk de transformatie. Het moment van terugkomen voelde ik het lichaam eigenlijk weer comprimeren, dus weer in elkaar gezet worden leek het wel. En ik deed mijn ogen open ja, en dan kon ik alleen maar huilen. Ik voelde alleen maar. Mm. ik voelde alleen maar liefde stromen ik voelde een ja. energie door me heen stromen Er stonden ineens een aantal engelen in de kamer er vloog een ruimteschip oh. ergens door mijn beeld heen dat wow, wat is hier gebeurd maar ja het was een moment van awakening moment van verlichting moment nou, maar net hoe je noemen wil en daar begon mijn spirituele pad het raakt je nog steeds hè? Ja. ja dit één, <laughs> ja hm. ja Heel mooi ja um. Eén van de mooiste momenten in mijn leven... die um, me zo ongelooflijk veel gegeven heeft... om van een ja, toch heel aards leven wakker te worden... en een pad te gaan bewandelen van... ga maar naar binnen, wie ben je, wat ben je... gaat me maar onderzoeken. Ja. En al mijn spirituele kanalen stonden open. En ik had geen idee. Hè. Ik was gewoon een, een aardse bodybuilder... Uh, die geld wilde verdienen en succesvol was. En dan kom je ineens in de gevoelswereld... met emoties en tranen en knuffels... En en stemmetjes en engelen. Ja, en dan weer opgepompt. Nou ja, dus weet je, van de maanden daarna, ja, sta je nog steeds in dat leven. En het moment dat ik naar de sportschool ging en die, die, die 250 kilo wilde, wilde squatten of bankdrukken of deadliften, merkte ik, joh, dit, dit gaat gewoon niet meer. Dit gaat nergens over. Ik had, ik had kledingzaken. Er ging nergens meer over. Het is allemaal uiterlijk. Een belachelijk groot huis. Ik denk: wat, wat doe ik hier? Ik voel me helemaal ontheemd ah, overal. Ah, ja. Ah, ja. Dus, dus daar vandaan ben ik gaan zoeken. Um, eerst een half jaar om mezelf weer te, te herpakken. Van oké. Okay, weet je, hoe ga ik om met alles en iedereen voelen? Ik stond op een gegeven moment in de winkel. En uh, er komen een aantal klanten binnen. Die zijn in de winkel. En aan de ene kant kon ik heel erg lachen en huilen. Ik had pijntjes en raar onderbuikgevoel. Ik denk: yo, wat gebeurt hier allemaal? Weet je, gelijktijdig sta ik tegen iemand te praten waarvan mijn partner na drie minuten zei van: Leuk en aardig, maar er staat niemand hoor. Dus het ziet er een <laughs> beetje raar uit. Serieus? En die wist waar ik in zat. Ja, dat soort dingen wow. gebeurde. Dat ik zei: oké, okay, ik ga naar huis. Ik ga eerst eens onderzoeken wat hier. En allemaal na die ene ervaring. Na dat ja. een die, ja, die, die awakening komt, ja. laat ik het zo maar zeggen. Ja. Wow. En dan ga je een pad bewandelen van loslaten. Dus ik heb ja. kledingzaken gesloten, ik heb mijn huis verkocht, ik ben gestopt met, althans afgebouwd met bodybuilder. Van de 7.000, 8.000 calorieën eten terug naar normaal. 3.000, ah, 2.500, 3.000 calorieën. En um, ik ben toen eigenlijk begonnen um, met, met readings en healings. En heel veel één-op-één sessies. En gelijktijdig voelde ik: van, Weet je, ik wil, te, ik, 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 ik wil hier wat meer uithalen. Nou, toen kwam ik uit bij Brandon Base. Dat is de The Journey, of De Hele Reis heet mm -hmm. dat. Hij heeft een, ook een mooi boek geschreven. Geeft een enorm mooie training. Die heb ik gedaan. Denkende dat ik therapeut zou worden. Ah, oké. Okay. Maar goed, je weet nooit waarom je ergens terechtkomt. Nee, 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 dus nee. ik kwam daar, nou, journey therapeut hartstikke mooi. Dat ga ik doen met mensen. En de journey draait om het voelen van triggers, emotie. Het herkennen van het verhaal, de actie waarin je zit. Hm. Ga je naar een herinnering uit het verleden en dan kan je wat oplossen. Nou, dat had ik wel heel snel door. Gelijktijdig voelde ik in mijn lichaam. Dat mijn lichaam heel raar en eigenlijk ongezond in elkaar zat. Ik voelde een stress in mijn borst, een soort vibratie in mijn handen, mist in mijn hoofd. Ik had het gevoel dat ik niet aanwezig was dat ik een soort achter mezelf hing. En hoe meer ik dat ging onderzoeken, hoe meer ik merkte. Joh, ik kan wel een, een boek schrijven over de symptomen die ik gewoon herken. Ik had allerlei pijntjes van bodybuilden nog overgehouden. Schildklier die van slag was en ga zo maar door. Dus ik denk: weet je, ik ga eerst eens anders met mijn voeding om. Dus ik ben van alles eten, echt een Bourgondier, dat ben je als bodybuilder, van 12 keer per dag, 500 calorieën ja. eten, naar vegetarisch, veganistisch, intermittent, fruitarian, ja, liquidarian. Ja, ik heb het allemaal geprobeerd. Alles, uh, ja. 30 dagen vastig gedaan, ja. om gewoon te voelen van, ja. oh, wat functioneert er nog en wat niet. En dat hele pad duurde uh, om en nabij 14 jaar. Dus um, op mijn 49ste eh, merkte ik, joh, ik heb alles geprobeerd. En mijn conclusie was dat hoe minder ik at, hoe beter ik me ging voelen. Energie ging omhoog, minder slapen, wat je met, met vaste ook hebt. Ja. Um, mijn, mijn pijntjes werden, werden minder, maar nog niet helemaal weg. En gelijk, maar gelijktijdig bleef ik ook afvallen. Dus ik kon dat een jaartje volhouden op fruit of alleen op sappen. En dan merkte ik, nu moet ik zoveel gaan drinken of zoveel gaan eten aan fruit wat voor mij ook weer niet goed voelde. Ik wilde juist weinig eten, hm. me supergoed voelen en toch stabiliseren. Nou, dat lukte nooit. Oh ja, precies, dat stabiliseren. Ja, dus dat, het, ja. Dat, dat gewicht ja. bleef. Ja. Je merkt ja. bij heel veel liquidarium bijvoorbeeld ja. dat ze ja, heel mager zijn. Ja. En ook echt veel moeten drinken, gewoon vier, vijf ja. liter sap. Ik denk, ja, op een gegeven moment komt de sap uh, je, 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 je oren uit en al je gaten uit. En ik denk, nou, ja, dit, dit is ook niet ja. gezond voor het lichaam. En om 49 heb ik het uiteindelijk opgegeven, wetende dat als je ergens een vraag door de kosmos ingooit, dat er altijd een antwoord op je pad komt. Hm. En echt letterlijk heb ik daar gezegd, just show me the way, ik weet het niet meer. Ik weet dat er een weg is, ik, ik weet dat die binnen handbereik is, maar ik weet niet hoe. En, maar je had dus nog nooit van Prana gehoord dan. Uh, nee, nee ik maar, had, na mijn moment heb ik een jaar boeken uh, input, ja. ik had boeken nodig. Dat was wat gelezen over sungazen, over yogis in oh ja, India... Ja. die ja. ja eigenlijk periodiek uh, breatharian zijn of minimalistisch leven. Verlichtingsmoment vanuit dat, dat moment een paar maanden niks eten en drinken... en uiteindelijk wel weer gaan eten en drinken. Um, dus ik kende, ik kende wel die stroming, maar eigenlijk nooit gevoeld van dit is mijn hm. pad. En uiteindelijk, twee weken na het in de kosmos plaatsen van die vraag, was ik... Trainer uh, op een, een kinderjourney weekend. Dus dan heb je tien kinderen, vier trainers, en je doet dan een hele reis met die kinderen. Hm. En in een van de pauzes komt degene die het organiseert naar me toe en die zegt: joh, je bent toch zo met gezondheid en voeding en dat, dat spirituele bezig. Ik zei, ja, dat klopt. Hij zei: Heb ik wat leuks voor je? Ik heb een dame in huis en die heeft al 16 jaar niet gegeten en niet <laughs> gedronken. Ja. En weer ging het licht uit. Oh, okay. Weer voelde ik wow, al mijn knoppen worden ingedrukt. Dat was weer een moment van eigenlijk een totale blackout. Woest, waarbij ik eigenlijk gelijk wist, dit is mijn antwoord. Ja. ja, en dan heb je je antwoord. En wat ga je dan doen? Aan de ene kant voelde ik heel sterk in mijn lichaam dat er iets herkend was, iets wakker geworden was waarvan ik wist: wow, ik kan eigenlijk gelijk stoppen. Hm. Aan de andere kant wist ik ook dat mijn leven. Um, uit om ervaren en om delen. Hm. Dat is heel duidelijk. Mijn, mijn persoonlijkheid, die ervaart dingen en vanuit die, die ervaring, daar, daar herken je weer dingen van en die mag ik dan weer delen in welke vorm dan ook. Dus ik dacht: Weet je wat, ik, ik ga gewoon eens kijken of er teachers zijn, of er cursussen, boeken zijn die je kan lezen erover. Nou, dat heb ik gedaan. En overhoorde ik: Nee, je kon er met Just Mayim, Australië, 21 dagen proces uit. Ik denk, dat is hem niet voor mij. Ray Oor, ook een, een, een breatharian teacher. Mm -hmm. Ik denk, dat is hem ook niet. En overhoorde ik een nee. Um, wat grappig. Ja, maar ik volg heel sterk die, ja. die innerlijke radar. Dus ik denk van, weet je wat, ook hier weer, just show me the way. Laat maar weten wat mijn pad is en wat ik mag ontvangen of wat ik mag, mag gaan delen in welke manier dan ook. En ik deel al jaren de week voor de kerst de stilte opzoeken. Het liefst comfortabel in de zon, op het strand, ergens ja. in het buitenland. Uh, de goedkope week altijd. Dus last minute. Ja. Boek, een paar honderd euro naar, naar Curaçao in dit geval. Ja. Golfresort, weinig mensen. Lekker stil, geen kinderen. Dus ik kon heerlijk die stilte ingaan. En na drie dagen lig ik op het strand. En ik merkte ineens weer de, dat er iets in de energie veranderd. Er kwamen vier engelen bij staan, die stonden eromheen. En daar begon mijn lichaam hmm, een bepaalde ademoefening te doen. En van het één ging je wat anders doen. Ik wow, oké. Okay. En het, ik, ik voelde ook gelijk dat, het, dat er kennis meekwam, of wijsheid meekwam. Um, en dat alles gewoon klopte. Dus dat gebeurde tien, tien minuten, tien, vijftien minuten voelde ik: wow, er komt van alles binnen. En gelijk wist ik ook van dit is een transformatieproces hm. um, naar leven van Prana. Althans, dat is wat ik, wat ik toen dacht. En um, ja, ik ben uiteindelijk teruggegaan naar, naar Nederland. December, dus dan denk je, nou, wat iedereen doet met lijnen. Het weekend ervoor nog lekker ja. bunkeren. De kerst kwam voorbij. Ik denk, prom me lekker vol. <laughs> oud en nieuw komt voorbij. Nu, nu dus nog kan je de ja, olie ja, ja, nu nog kan en nu ik het nog wil. Ja. En ik ben in januari begonnen. Heb ik dit wow. proces uh, twee weken gedaan. Wow. En gewoon om alles te voelen en te ervaren. En uiteindelijk uh, ben ik daarna voor vijf maanden gestopt met eten en drinken. En voor het eerst in mijn leven stabiliseerde mijn gewicht. Ik ben uh, van 85 naar 75 ongeveer gegaan. En dat was in een maand tijd. Daarna stabiliseerde mijn gewicht en, en stopte het afvallen. Maar je hebt het gewoon helemaal zelf gedaan eigenlijk. Ik heb het volledig je? zelf gedaan. Dus je ja, had eigenlijk. geen. geen... Teacher of... Nee, dinget. nee, ik heb wel... Okay. Um, mijn mijn ex-partner was, was erbij, die heeft ja. meegedaan. Oh, ik ja. heb een, een, een medische vriend die zei, twee keer per dag ga je me bellen, want, want drie dagen niet eten, niet drinken, dat is niet normaal. Dus je gaat me bellen elke dag, om oh, te oh, okay. horen dat je, je scherp bent ja. en ja. hoe het beetje gaat. Oh, okay. En ja. dus dat hebben we gedaan. <kijkt> um, dan na die drie dagen ben ik uiteindelijk eerst een tijdje gaan, gaan sappen een paar weken en daarna ben ik gestopt met eten en drinken voor vijf maanden. En dat is... Weer, weer een magisch moment in mijn leven. Echt bizar, Want voor het eerst merkte ik dat al die symptomen verdwenen. Dus al mijn pijntjes van bodembuilen waren weg. Mijn schildklier werkte weer normaal. De helderheid in mijn hoofd werd 100%. Het was bizar. Geur, kleur. Het is zo in het moment. Geurtjes, kleurtjes, temperatuur. Je wordt super sensitief. Wow. En gelijktijdig van binnen hier de stilte die daar overbleef. Ja, dat was... Dat, ik, ik, ik noem hem absoluut. Als ik gewoon uitademde... Dan was er gewoon helemaal niks meer. Nee. Wow, het is bizar. Weet je, en zo al, al die... Ja, die reacties die je normaal op eten hebt... Die waren, waren echt binnen, binnen een paar dagen verdwenen. En ben ik nou ja die vijf maanden ja, daarin gebleven... Gewoon om te kijken van wow, wat doet het lichaam... Ja. En het duurde ongeveer negen dagen voordat ik me uh, 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 maximaal voelde. Dus Ze heeft ongeveer negen dagen nodig. Om um, ja, al die effecten van eten uit je lichaam te krijgen. Hm. En uh, de, ja, dat voelde eigenlijk zo simpel en zo krachtig. dat ik dacht: wow, dit moet de hele wereld weten. Ja. Maar ja, goed, na, na niet eten ja. kan je dan nog wel eten. Dus dan ben ik weer gaan eten. Ik denk, ik ga gewoon eens experimenteren. Ah, okay. Wat doet nu een, een glas water ja. met mij? Ja. De vanuitgaande dat hij nog wel door het lichaam en ergens ook Want plassen en poepen doe je ook niet meer dan. Nee, nee precies. Dus ergens wilde <laughs> ik weten, gaat dat? Hmm. Dus ik ben begonnen met een glasje water om je nieren weer op gang te krijgen. Daarnaast een, een hap van een krekkertje, een hele cracker. Tot uiteindelijk drie gangen sushi bij de olieke hmm. niet. Hoe voelde de, dat? De Piet, ja, belabberd. Ja. Aan de ene kant, en dat is wel, het is een heel mooi experiment. En dat ga je ook merken als je in de training zit. Ja. De smaakexplosie blijft. Dus de eerste hap denk je, oh, ja. zo, dat is best wel weer lekker. Ongeacht wat en de ja. geurtjes ook. Dan denk je, wow, ja, ik. best lekker. Maar ja, daarna gaat dat lichaam werken. Ja, precies. En, en net zoals een kop koffie. Neem, neem een ja. twee sterke bakken koffie. Dan voel je gelijk, wow, die hartslag die gaat. Die, die reageert erop en dat brein reageert erop. En ja, dat heb je met eten ook. Ja. Dus iedere keer dat ik wat nam, merkte ik van wow, al die, alle symptomen die ik in het verleden had, die waren binnen, binnen een half uur weer terug. Ja, nee, het het kan, dan, ja. Dat, is, dat is bizar. Nou, ik had het over die, die maand uh, zonder suiker. Ja. Uh, nou, dan voel je eigenlijk nou, die, die scherpte in je hoofd. Ja, Hè, dus ja dat, zeker. Dat is ook een van die dingen waar ik tegenaan loop. gewoon die die, 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 die voortdurende mist, zeg ja. maar, in je hoofd. Ja. Dat je gewoon niet helder of niet scherp kunt denken. Ja. En ik merkte dat in die maand dat dat gewoon... Uh, ja, eigenlijk gewoon steeds beter ging. Ja, dat is He, dus dat uh, Dat merkte ik meteen. Ja. Maar op het moment, hè, want dat was echt afgesproken gewoon één maand. En daarna mm -hmm. zou ik gewoon weer uh, normaal gaan eten. Ja. En eigenlijk, ja, binnen, binnen no ten. time ja. kreeg, kwam dat allemaal ja. weer terug. Ja. En dus heb je dan niet, als je dat gedaan hebt... Dat je dan eigenlijk, eigenlijk voor jezelf zegt van ik wil toch weer terug naar dat eigenlijk een soort keto eten ja ja dus ik heb eigenlijk een soort van op af uh, oh, okay. idee dus een maandje ja. zonder suiker een maandje met zonder oh, okay. met ja. maar ergens merk ik dat mijn lichaam ook gewoon ja gewoon nog steeds gewoon heel erg in verzet is ja, Hè? dus okay. misschien zijn het ook gewoon onderliggende dingetjes die die het oh. is een verslaving eigenlijk ja, daar nog steeds we, gaan we dat zo beloven ja, gaan we het over hebben <laughs> precies ja, en ik, ik ja. merk dat, dat ik het niet zomaar kan. Nee. Uh, ik Op zich ging die maand vrij makkelijk. Maar dat was ook het idee: van het is maar een maand. Dat zeg je heel goed, hè? Ja. Dit is zo. N... Daarna mag het weer. Ja. En dan ga je meteen ook gewoon weer eten. Ja. ja. Weet je, uiteindelijk is het altijd. Uiteindelijk is het altijd de mind die in opstand komt. Ja. En je kan tegen de mind zeggen: ik ga 30 dagen watervasten. Geen probleem. Dan kan die in ontspannen. In het begin een beetje detox verschijnselen. Maar hij weet, er is een begin en er is een einde. Ja. Als je zegt, ik ga van prana leven en ik ga ergens stoppen en daarna nooit meer eten en drinken, dan gaat ja, hij in verzet. Dat is ja. niet normaal. Ja. Daar gaan de, wat mensen daar tegenkomen door dat tegen zichzelf te zeggen, is echt extreem. Je schiet in een soort fight-flight. Ja. En je gaat de meest extreme dingen doen. Qua voeding en echt waar. Ja, heel ja. bizar. En daar ja. reageert uiteindelijk ook het lichaam weer op met verkrampingen. Ja ja dus, dus dat is eerst wat ik tegen mensen zegt die zich aan willen melden. We gaan niet stoppen met eten en drinken. Je gaat trainen en je gaat de, de, het brein en het lichaam geleidelijk laten wennen aan de verandering. Ja, precies. Je neemt ze, je neemt ja. ze allebei liefdevol mee. Ja. Ja. ja, heel mooi. Ja, want op een gegeven moment uh, ben je dus gestopt. Maar ja, dat heeft denk ik ook wel impact op jouw dagelijkse situatie. Hè? Dus, dus... Ja. Um, ja, Je dagelijks leven, hoe, hoe heeft het jouw dagelijks leven veranderd? Ik bedoel, um, heel, heel veel van wat je doet op een dag heeft ja. met eten te maken. Dat is bizar. bizar. Nou, als ik puur, puur sec naar mijn eigen leven kijk, de eerste dag dat ik stopte <laughs> met eten en drinken, kom je uit bed, je gaat douchen, je kleed je aan, maar ja, geen ontbijt. En nu, ja, en nu? ja. ja. krantje had ik al niet, laptop heb ik dan geen zin in. Nou, dan ga ik maar een half uur te mediteren. Dat was voor mij eigenlijk. Dat, ik deed dat al heel lang. Maar dan ja. heb je toch zoiets van: oh ja, nou dan ga ik de stilte maar even in. Maar ja, goed, dat is dan half zes tot zes uur. En dan moet je nog een hele dag. Hm. En normaal, twee uur later heb je een bakje koffie en nog ja. een bakje koffie. En, ja. en dan ben je ook allemaal mee bezig. Wat ga ik maken? Heb ik het in huis? Ga ik het halen? Dat is ook weer zo'n uitje. Dat valt allemaal stil. En ik merkte met heel veel van dat soort momenten op de dag van, jongens, wat? wat Um, hoe ga ik dit opvullen? Je komt ja. echt in, na een paar dagen in een soort, um, um, een soort verveling. Ja. En daar ben ik, ben ik echt mijn leven radicaal gaan omgooien. Van oké, okay, overdag kan ik verbinden met mensen, lekker wandelen naar de sauna, leuke dingen doen. En de zakelijke dingen denk ik zoveel mogelijk gaan verplaatsen naar de avonden. Hm. Want de avonden, ja weet je, dan willen ja, mensen anders, niet, ja. niet wandelen en dan willen ze andere dingen doen. Ja. En daar ben ik een beetje gaan sporten s'avonds, wat muziek gaan maken. Wat werken er, erbij en de dingen die ik alleen overdag kon doen, deed ik alleen overdag. Maar ja, dan ga je een hele andere dynamiek in het leven creëren. En dat, dat is ja. wat je ook echt moet gaan doen, want anders, anders kom je in zo'n <laughs> zo enorm. Ja, maar hey, je wat, slaapt uiteindelijk ook veel minder. Ah, oké. Okay. Hoe, hoeveel slaap jij? Um, nou, ik lig ongeveer drie uur per nacht op bed. En volledig weg zijn, dus echt slapen, dat is maximaal twee uur in de week. Drie uur? Ja. Ja, ik ga Top. meestal om. Ik, ik wacht. Ja. Um, nee, ik moet bij het begin beginnen. Ik heb een hekel om, om nutteloos op bed te liggen. Ja. Daar, ik denk iedereen, als je drie uur op bed ligt en je kan niet slapen, daar word je onrustig van. En, en uh, nou, goed, dan gebeurt er van alles in het lichaam. Dus ik blijf ja. eigenlijk, um, tot twaalf uur kan ik actief blijven. Daarna zet ik alles uit, vaak ook het licht uit, blijf ik in de stilte zitten. En ergens tussen drie en vier geeft mijn lichaam aan, een beetje met geeuwen. Nu wil ik even rust hebben. Nou, dan, ga ik, dan sleep ik het lichaam letterlijk naar bed. Dan ga ik een uur, twee, drie uur liggen. En ik merk dan tussen de twee en de drie uur van nou, nu ben ik gewoon weer klaar. Maar ik sta wel vol aan, maar ik ga dan meer liggend in een soort van meditatie. Maar dus, je, wordt, je wordt wel gewoon uitgerust, ja, wakker. Ik, ik ben nooit moe. Nooit. Wow. Echt, hoeveel, nooit. hoeveel sliep jij voordat je van prana um, leeft? Nou, als bodybuilder zeker tien uur. Wow. Want dan eet je heel veel ja, en je sport en ah, rusten okay, is net, ja. zo, net zo belangrijk als je training. Ja. En um, ik ben daarna eigenlijk heel verschillende dingen gaan doen. Ben je ook veel met je mind bezig en toch ook voeding. Um, ja, daar sliep ik gemiddeld toch al een uur of zeven tot acht. Ja, ja. ja want dat wordt altijd aangeraden, toch? Ja, maar ik heb al, al lang gezien, als ik zo kan leven, dan, dan ja. klopt er niks meer van alle ademers wat zogenaamd gezond is. Nee, maar is. waarschijnlijk is dat gewoon in de situatie dat je eet en drinkt. Ja, dan, dan ja. moet je waarschijnlijk 7 tot 8 uur slapen. Nou, ik zeg, nou ik, ik zeg, als dat tegen je gezegd wordt, dan neem je lichaam dat ja, op en ja, dan reageert het. Ja, ja. ja dat geloof ik. Als ik ja. tegen je zeg dat je twee uur ja. nodig hebt, <laughs> zelfs met eten heb je kans dat, dat ook dat een nieuwe overtuiging wordt ah, en nee. dat je gewoon ook minder kan gaan slapen. Dus zo ver kan dat gaan. Nou, ja, dat ben ik echt van. Ah, ja, ja. Wow. ja, want is, uh, hè, dus je had het over tijd uh, over. Mm -hmm. Ik bedoel, er is zo ongelooflijk veel op een dag wat te maken heeft met eten. Ja, ja, dus je, het is niet, niet alleen maar het eten zelf. Het is natuurlijk het eten klaarmaken. Je gaat naar de e ja. supermarkt, je moet ja. erover ja. nadenken. Ja. Uh, je moet werken om het te kunnen betalen ja. in de supermarkt. Het, weet je wel. Die, als je heel die cyclus bekijkt, daar, ja, daar gaan uren per dag in zitten. Wow. Ja, ik, 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 ik pose regelmatig best wel veel over dit soort dingen zeg zeg ja, maar ik ben maar een uur per dag aan het koken. Ja, ik zeg, ja. ja, maar al die momentjes dat je een bakje koffie gaat halen, dat je stopt werken, dat je naar de supermarkt gaat, dat je daar een, beetje een half uur met je karretje loopt en afrekenen. Hè? Al dat, dat vullen in het karretje is allemaal plussen, want dan denk je, oh, allemaal lekker, lekker, lekker. Kom je bij de kassa, moet je afrekenen, dan heb je ja. je volgende trauma weer te pakken, weer 100 euro voor, of ja. 50 euro voor een dag. Zo. Dan denk ik, wow, en He, dan doe je nog een keer een, een, een kopje koffie buiten de deur. En dan s'avonds zit je op de bank. En dan wordt er nog gegeten en gedronken. En wow. Dus als je al die momenten meeneemt. Ja, dat is veel meer dan dat wij eigenlijk willen toegeven. Ja. Ja. Dus, je, dus je hebt niet alleen tijd over, maar eigenlijk ook. Het is ook goedkoper. Ik, ik bespaarde met twee personen, om eerlijk te zijn, 1500 euro. Wow. Ongeveer Zo. 700 euro uh, 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 biologisch, ja. uh, uh, organisch ja. eten. Zo. Zeker nog een paar honderd euro aan supplementen... die, uh, die we oh, ja. in, op dat moment slikten met van, twee jaar. Vanuit personen. de situatie van bodybuilding ja. En werken. Ja, ja en, en ja. de tien jaar daarna. Want ook daar ja, ben ik, ja. okay. ben ik, ga je gezonder eten, dat ja. denk je in ieder geval. Um, maar dan eet je meer superfoods en, en andere, andere producten... maar je eet nog steeds. Ja. En dan nog de keer dat je uit eten gaat... Dan wil ik wel wat lekkers hebben. Dus wij aten best wel regelmatig mm. buiten de deur. Twee keer een week ja. minimaal. Nou, eh, 200 euro is niks. Hè? Ja. Dus ja, als je dat allemaal optelt, nou, ik, ik, ik wil echt gewoon een slag eens over. <laughs> <Dat> ik denk, <laughs> wow, wow, dit is echt bizar veel. Ja, ja. ja. Wow. ja, ja dat... echt, je, je leven gaat er dus echt van, uh, van op zijn kop staan. Uh. Ja, ja, nou, om eerlijk ja. te zijn, eh, eh, als ik nu kijk, en ik lever het redelijk minimalistisch, redelijk klein. Mm -hmm. En ik geef gewoon heel weinig uit. Um, dan zit ik eigenlijk on, onder de of tussen de 700 en de 1000 euro in een maand wat ik uitgeef om van te leven. Wow. En wow. de rest gaat echt zitten in in hoofdzakelijk eten. Ja, heel bizar. Ja. En ik, ik hou ook wel van minimalistisch hoor, ik kan ja, jaren ja. met een shirtje en een broekje ja. doen en <laughs> ja, weet je ik kan, dus, ik dus ik ja, wel, ja, ik, ik daar ja. hou ik wel van En een huis in Spanje ja. gekocht dat, dat kost ook allemaal niks ja. daar. Weet je, ja. dus je kan heel klein Um, of heel minimalistisch leven als je er heel bewust mee omgaat. Ja, ja ik heb de goedkoopste ziektekostenverzekering. Je bent verplicht om hem te ja, hebben. Precies, ja, dat is. Maar het, goed, ja. ik, ik, ik ben ja. nooit ziek. Een prediculeving, word je ook nooit ziek. Om nee. een keer een virus je wow. oppikken, dat is, dat, is, dat, dat is een dag en dan gaat het er weer uit. Ja. Dus, dus je kan in alles eigenlijk het, het goedkoopste kiezen. Je, je hebt gewoon, een, ja, precies. Maar je hebt ook gewoon ja. rust in je hoofd dan. Uh, ja. Dat, dat is volgens mij, dat merk ah, ja. ik in het gesprek ook met jou. Uh, ja, je maakt je niet zo, zo, zo druk. Ik maak me nergens meer druk om. Nee, nee, nee. ik ben wel met veel dingen bezig. Met bijvoorbeeld, wat, wat, is het, ja. wat zijn alle effecten van het leven van Prana, bijvoorbeeld? Daar ja, precies. denk ik over na. Um, eigenlijk, eigenlijk stroomt dat vanzelf voorbij. Weet je, het is niet dat ik dingen analyseer of uitrekenen, of, het stroomt ja. een soort van voor, voorbij. En dan wordt dan weer een conclusie aangehangen. En denk ik, oh, we gaan de website weer ombouwen. Want dat ja, is footprint. Ja. Ja. Of the grid. We zeggen, ik ben of the, gr the grid, maar ik heb eten en drinken nodig. Maar dan ben je 100% off the grid. Stop met eten en drinken. Ah, en je kan okay. volledig of the grid. Ja, ik heb wereldzeilers, solozeilers, ja. die niet eten en niet drinken. Die kunnen, die kunnen gewoon 24 uur per dag aanstaan. Wow. En die slepen echt voor heel veel geld dry food mee ja. en, en fruit oh. mee en allemaal netjes in die boot. Ja. Dat heb je gewoon niet meer nodig. Ja. En die ja. hebben altijd energie. Die zijn super scherp. Ja, dat is bizar. Ja, want je hoeft dus ook helemaal niet niet bang te zijn voor, weet ik veel, een, een, een bankcollapse of iets dergelijks of whatever. Ja. Dus dat je dat kan. hele, ik bedoel, ja, nou ja, goed, je zag het met corona dat. Uh, die supermarkten, dat was ja. een beetje de lifeline. Je ja, 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 ging ja, toiletpapier zeker. halen en zo. Maar zo, ja. dat heb je niet eens meer nodig. <laughs> nee, toch? heb je ook niet meer nodig. Nee, nee, nee. Dus ja. uit Oh, nou, ja, wat gebruiken wij? Nog een keer wat schoonmaakmiddelen. Het ja. is heel minimalistisch. Dan ja. We ook niet van chemicaliën. Ja, dus jij komt eigenlijk nooit meer in de supermarkt? Uh. Nou, eigenlijk, eigenlijk zelden of nooit. Nee, nee. Wauw. Ja, echt heel bijzonder. Nou, vandaar dat ik zeg, je verlaagt je footprint. Hè? Bij één ja, ja, afvalzakje in de maand. En dat is zo'n <laughs> zo klein beetje. Dat is dan een keer een lege verpakking van iets. of, Ja, Kun jij uh, alles gewoon <kugst> doen? Dus, dus bijvoorbeeld uh, uh, sporten. Ja. ja, ja je, je hoeft, Ik heb niks veranderd in mijn leven. Behalve dat ik bijvoorbeeld na... Um, na achter niet meer de activiteit in ga. Dus niet meer sport. Ook niet meer... S'avonds. Ja, ja. ja. Ook spiritueel niet, niet meer bezig ben. Want dan merk ik, wow, dan stroomt er zoveel energie um, dat ik zeker weet dat ik niet op bed hoef te, hoef te gaan liggen. Dus ja. zo na achter zet ik alles uit. Ik wel een beetje Netflix kijken. Of, ja, een beetje muziekje luisteren. En daar untuned het lichaam naar stilte en rust. En daarvan ja, kan ja, ik slapen. Ja. Ja. Maar als ik bezig blijf met dit soort dingen. Nou, dan kan ik 24 7 <coughs> echt. Gewoon doorgaan. Weken doorgaan. Ja. Nou, ja. Dat is echt bizar. Ja. Nou, ik bedoelde eigenlijk meer het sport. Ik bedoel met, met sport zweet je natuurlijk. Jij drinkt ja. niet. Nee. Heb je daar geen last mee? Nee. Totaal niet. Moet je ook niet over nadenken. Het leven van Prana is volledig um, overgeven aan de flow van Prana of de flow van bron. En ook volledig vertrouwen dat alles in Prana zit. He, de, de mantra van Prana, het laatste stukje. Um, en ik voed het lichaam in zijn totale perfectie. Ah. Dat is wat je tegen jezelf zegt. Dat moet jou, mag jouw nieuwe overtuiging worden. En dat mag je ook gaan voelen in, in die, die retreat dat je bij me bent. Ja. Ga je voelen en ervaren dat Prana jou alles geeft? Je kan erin geloven, dat doe je hier. En geloven gaat ja. alle kanten op. Ja. Hè? Maar als je het ervaren hebt, kan je het niet meer veranderen. Als mensen aan mij vragen: geloof je in God? zeg ik nee. Ik weet dat hij er is. Ja, ja. Dat ja. is wat anders. Ja. Geloven is, is, is allemaal ja, minds. en is. weten is: ik heb het gevoeld, ik heb het ervaren. En, nee, ja. maar mijn westerse mind die, ja. die stelt ja. zich natuurlijk die vraag: van, Goh. Uh, ja, als jij, als jij hele zware lichamelijke arbeid uh, verricht, uh, ja. je, je, het, het, het guts, uh, ja. Ja, waar komt dat water dan vandaan dan je, dat soort... Ja, uiteindelijk, uiteindelijk, wat verlies je? Minder dan 1%. Ja. En om ons heen is hier in de ruimte is gewoon 60% lucht, luchtvochtigheid. Ja, ja. Ik merk het, als je naar mijn huid, dan voel je, dat, voel je de, vocht, de vocht uit de omgeving op mijn huid. Weet je, dus dus ik, ik ga ervan uit dat prana een weg heeft gevonden om de, de, de vocht die in de lucht zit, door middel van ademen of door de huid, ja, okay, ja, ja. gewoon ja. in het lichaam te krijgen ja. en daar ook te stabiliseren. Ja. ja. En zweet ik? Ja. zeker nu? Ik merk nu ook de energie gaat omhoog. Ik voel het om mijn hoofd dat dat, dat, dat er vocht uitkomt. Laat ik het zo maar zeggen. Maar ik denk er niet over na van oeh, oe, ben ik ben ik uitgedroogd <laughs> of zo moet ik wat drinken of nee, ja. nee, maar dat. Da, 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 als je erop vertrouwt, dan weet je ook dat alles mm. werkt. Dat alle vitamines erin zitten. als we die nodig hebben. Want zelfs dat betwijfel ik. Mineralen, noem het maar op. Um, ja. ja. Wie, wie, wie weet er nou beter wat goed voor jou is. dan uiteindelijk bron waar we vandaan komen en wat we zijn. Ja. En wij proberen ja. dan vanuit medische wetenschap. medische aannames te zeggen: van dit hebben we allemaal nodig. En zoveel water en zoveel vitamines. En zo moet die bloedwaarde zijn. Maar het is allemaal gebaseerd op, op aannames. Ja. En gebaseerd op, op, op meetresultaten bij etende mensen. Misschien ja. is van Prana geleden mm. dat alles nul is. Nee, maar het is gewoon. Ja, het heeft heel veel te maken met, met dat hele Westerse materialistische ja. wereldbeeld wat we hebben, waarin Klopt. eigenlijk de materie de enige werkelijkheid is, ja. die, die bestaat. Ja, Ach, uh, De hele westerse geneeskunde is natuurlijk ook gebaseerd op dat, uh, dat principe. Ja. Ik heb daar laatst uh, nog met Daniel der Weduwe een podcast ja. over gedaan... over de Germaanse geneeskunde. Ja. Ja, ook ja, waar die eigenlijk dat altijd discussie stelt. Ja, hè, van, van hé, hey, we missen in die, in die, in die uh, moderne geneeskunde eigenlijk een heel belangrijk deel. En dat is, dat is die geest, of die psyche, ja. of die, 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 die ja, zeg maar het effect van trauma's. Ja. Op jouw lichaam. Ja. Dat dat 95% van de ziekte is. Dat dat gewoon een, een direct gevolg is van een, uh, ja, een, een, een trauma-schok. Ja, of ja, iets ja, ja, ja zeker. Ja, ja dus, in, in combinatie met andere dingen. Hè. Ja. Wat, wat je ziet in de, in de medische wereld, dat we eigenlijk symptoombestrijding doen. We zijn aan de achterkant van een ziektebeeld aan het repareren. Terwijl als je naar de voorkant gaat, wat de Germaanse geneeskunde ook zegt, en wat je met panic Living uiteindelijk ook doet. Het ja. traumaverwerking. Je darmband staat altijd open, bij iedereen. Ja. Daardoor is je immuunsysteem verlaagd, bij iedereen. En voeding is de basis van je cellen. Dus ook je kwaadaardige cellen. Dus als je trauma door nou ik noem het dan de Menor-methode, um, um, de trauma's los mag laten, je nagenoeg niet meer eet, dan sluit die darmband, dan is je immuunsysteem 100% beschikbaar. Oh, ja. En je haalt de voedingsbodem van die kwaadaardige cellen weg. Daar geneest iedereen bij. Ja. Altijd. En daar ja. kwam ik ook later pas achter. Ik dacht, planning living je stoppen met eten en drinken. En na een jaar dit proces gegeven te hebben... kwam ik erachter dat iedereen die een kwaal had... of een uitdaging fysiek... daar geen last meer van had. Nee. Dat nee, levens veranderd waren. Dat denkpatronen veranderd waren. Dat er veel meer stilte was. Ja. Dat mensen vanuit essentie waren gaan leven zonder angst. Hè. Mensen zitten soms tien jaar in een slechte relatie... vanuit angstgedachten. Vanuit... Hoe moeten we uit elkaar? Hoe gaat dat financieel? Hoe moet het met het huis en de kinderen? Op het moment dat ze deze transformatie hadden gedaan, binnen drie maanden voelden ze: Wow, ik kan niet meer in deze leugen leven. Nee. Ik voel ik geen angst meer om die stap te Ik doe het en ik zie wel wat er gebeurt. Dat is een hele andere vrijheid. Het een houdt je in de grip, ja. of in zijn grip. En de andere kant, <clears throat> als je dit gedaan hebt, kom je in een, een ultieme vrijheid waar je gewoon keuzes maakt. En gewoon weet: het is gewoon oké. Okay. Hoeft nergens bang voor te zijn. En het echt heel bijzonder Zo anders. Ja, dat heeft me echt. Uh, ja, dat boek. Uh, jouw verhaal heeft me echt enorm aangegrepen. Hmm. En als ik er dan met mensen over spreek. De eerste reactie is altijd. Ja, maar dat kan toch niet? Ja. Standaard. Ja. <laughs> maar dat kan toch niet? Ja. En ik daarom. Uh, daarom um, praat ik er alleen nog maar over. Bij mensen die uitnodigen. Hmm. Dus um, een simpel voorbeeld. Ik heb in die, in die tien jaar. Nee, in, die, in die eerste drie jaar dat ik dit deed, had ik nog een bedrijf in de olieindustrie. Ik heb ook nog een tijdje, een tijdje gedaan. Oké. Okay, ja. En daar kwamen nou, bijna dagelijks vertegenwoordigers of projectmanagers of mensen die interesse hadden in het product over de vloer. En ik zet altijd: uh, ja, Nederlanders drinken allemaal koffie, gewoon één bakje ja. koffie neer. En ik krijg altijd de vraag: moet je zelf geen koffie? Nou, ja. dat is dat zo'n ingang voor mij van ja. nee, want ik, ik, ik drink niet. Ja. Oh, ben je aan het lijnen dan? Nee, ik eet en drink helemaal niet. Over hoe lang dan? Ik zei nou, inmiddels al toen, twee jaar, drie jaar. Nee, dat meen je niet echt. Nou, dan gingen even de spullen aan de kant van, want ja. je merkt daar wordt ergens iets geraakt. Ja, ja. En dan standaard de vraag, maar hoe werkt het dan? Of ja. maar dat kan toch niet, je hebt er water nodig. Ja. Terwijl als ik het uitleg, kunnen mensen het herkennen. Je kan het niet begrijpen, dat proberen nee. we wel. Maar je kan het alleen maar gaan voelen. En bij 9 van de 10 rolt er altijd een traan. Die hebben echt zoiets van, Jezus, ik weet niet wat je deelt. Ja, nee, maar ik, ja. ik, ik voel ja. gewoon wat je zegt, dit klopt. Ja. En, en ja. hoe kan dat? Dat is heel simpel. Iedereen heeft de herinnering van Planet Living in zijn cellen zitten. Ja. De eerste cellen na de verwekking, dus je hebt de eicel, de zaadcel, die komen samen. Daar ontstaat de eerste stamcel, die gaat vermenigvuldigen. Die zat nog niet vast aan de placenta. Die zweefde door die baarmoeder, die was eigenlijk volledig vrij en die leeft van energie. Dus jouw eerste primaire herinnering mm. is, ik ben een eenzellige en ik leef van energie, dat is Planning Living. Dat is geen breath dat is geen sun-gazing, ja. dat is dat leven van prana. Ja, dat is waar. leven van bronnenenergie. En dat wordt geraakt als mensen dit horen of lezen, of ergens voelen ze van, heel diep van binnen weet ik gewoon dat klopt. Ja. Terwijl het zo ver afstaat van je westerse programma, zeg maar. Ja, ja. ja, ja tussen ja. herkennen en doen, daar zit dan een heel zit een groot, groot, daar zit een ja. groot verschil. En ja. ik merk, voor mij maakt het ook niet uit of mensen het doen of niet doen. Ja. Als ze geraakt worden, is dat al een, nee, een wake-up moment. Dat is het. Dat is het. En, 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 ja, ik denk dat dat het ook bij mij is geweest. Ik, ik ja. herken iets. En, ja. Um, ja. Ik heb wel wat ervaring met, met uh, bijvoorbeeld met ayahuasca. En ik heb wat ja. dingen ook meegemaakt daar. Ja. Uh, die zeg maar mij het vertrouwen geven van hey, dit, dit, zou, dit zou best wel eens kunnen. Zo, heb, zo was ik bijvoorbeeld laatst het laatste tijdje geleden al mm -hmm. was ik in, een, uh, in een ayahuasca sessie. Ja. En, um, en op een gegeven moment zat ik in een, in een soort van ja, ultieme rust. Echt, echt, echt zo'n mm -hmm. rust, die ja. je van, gewoon in een, in een normale staat eigenlijk uh, nooit meemaakt. Mm -hmm. Alle spanning, alles was weg. Maar het grappige was, ik, ik, ik had geen organen. Ik was mijn organen. Oh ja. hè? Dus ik was mijn longen op dat moment. Ja. Nou, ik heb nog nooit zo geademd ja. als dat ik toen deed. Zo, zo wijd geademd. Maar ja. op een gegeven moment kan ik me herinneren. Um, dus, dus nogmaals, ik, ik, ik was mijn longen op dat mm, moment. En ik ja. kan me herinneren dat ik op een gegeven moment in die in die ultieme rust was, ja. dat ik ook gewoon stopte met ademen. Ja. En, en mijn, mijn longen gingen niet meer heen. Ik weet niet hoe lang het geduurd Hij heeft, maar ik was in een ja. volledige rust. Ja. Totale ultimate rust gewoon. Mm -hmm. En ik, en ik zag en ik voelde gewoon dat die, die, die energie door mijn, mijn longen heen stroomde. Ja. En het was gewoon niet nodig. Er was geen enkele reactie van, van paniek, van ik moet ja. ademen of iets dergelijks. Dat was er allemaal niet meer. Dat was ja. allemaal even weg op dat moment. En die energie die stroomde daar gewoon. Het was helemaal goed. Ja. En toen dacht ik van, hé, hey, als dat met zuurstof zo is... Mm -hmm. Ja, toen, dan, dan is kan het dat zeker ook met voeding, voeding, met voeding ja. en, en, en drinken ook zo. Ja. Weet je? Dus, dus dat zijn van die momenten... Ja, die me ook gewoon weer bijkwamen, zeg maar, toen ik dat boek las. Ik denk: ja. wauw, dit, dit mooi. Ja. ja. Zijn, zijn er veel mensen in, in Nederland inmiddels die dit, die dit doen? We, weet um, je dat? De laatste vijf jaar heb ik zo'n zo bijna 6000 mensen mogen helpen. Wauw. En uh, ik moet wel zeggen: van die 6000 um, is ongeveer de helft die heeft één, twee weken ervaren. Sommige drie dagen dan wel wat eten, drie dagen dan wel wat eten. Dus iedereen vindt ergens zijn eigen flow. De andere ja. helft is daadwerkelijk een medisch wonder geworden. En een medisch wonder is als je langer dan twaalf dagen niet eet, ja. niet drinkt. Want ja. daar, daar vallen mensen zoveel af, daar stoppen je organen, uh, daar, daar sterft echt het lichaam, maximaal twaalf dagen. Dus iedereen die daar overheen gaat is gewoon een medisch onverklaarbaar wonder. Ja. En dat is zeker de helft van de mensen die, die dit doen, komen in die periode uit. Weet je, en vanaf daaruit kan je gaan kiezen, wat is nu mijn Pranic Flow, zo noem ik dat ja. maar. Um, en dan ga je niet meer zoals Intermittent, een week wel en een week niet, en een week wel en een week niet. Dan ga je gewoon leven van Prana. Ik gebruik niks en je gaat in het moment kijken van vandaag niks, morgen niks, overmorgen Oh, zie ik wat vrienden op het terras. Nou, ik ga erbij zitten, wil ik wel of niet wat doen? Ja, ik ja, een kopje precies. thee, een kopje koffie, een ja. pilsje meedoen... of een wijntje, of misschien wel wat eten. Maar dat is niet een hele dag, dat is gewoon een moment. Ja. Als ik naar mijn ouders ga, mijn vader na vijf jaar zegt nog steeds... moet je een kopje koffie of <laughs> heb je weer zo'n periode, zegt hij dan. <laughs> en en ja. inmiddels weet hij het, dat ik ja. eigenlijk 90% van de tijd nee zeg. En een hele enkele keer ik ik hem een kopje thee. Ah, oké. Okay. Ja, maar dat is ja. echt één keer in de twee maanden. Hè, dus ik zie ze ook niet zo heel ja. vaak. Zit, nee, nee oké, okay. maar, dus... maar het verschil is dus van... Um... Je, je kan af en toe iets eten of drinken, maar je bent er niet meer van afhankelijk. Je bent Top. helemaal niet van afhankelijk. Als je nee. het niet doet, is het ook. Ja, ja klopt. Ja, Kijk, het nadeel is als je er een dieetvorm van maakt, bijvoorbeeld uh, zeven dagen niks en zeven dagen eten, dat na die zeven dagen eten heb je daar nog steeds vijf dagen last van. Ja. Dus de ultieme ja. staat van zijn, waar je in kan komen, bereik je eigenlijk dan niet in dat dieet. Nou, als je me de mensen die dat doen, die stoppen uiteindelijk met, met um, niet eten en drinken. Want die hebben de eerste drie dagen na het eten in hun zeven dagen niks. Um, drie dagen afkikverschijnselen. Ja, precies. Vierde, ja. vijfde dag ga je je beter voelen. Zes ja. zevende dag denk je, oh, nu voel ik me optimaal. En dan ga je weer eten. Dus dan zit je zo vaak mee aan het worstelen met detoxen. Dat ze op een gegeven moment zo zeggen, hier ja, heb ik geen zin in. <laughs> je zegt, doe dat nou niet. Dat ga nou dan gewoon. Ja. Prana leven. Ja. Drie dagen en een eetmomentje. Drie dagen en een eetmomentje. Ja, en dan ga je ja, naar okay. vier dagen. En uiteindelijk kom je in de vrijheid van ik leef, ik wil niks, ik doe niks. Ik kan dat dagen, weken, maanden doen. En ergens kan er een moment komen dat je zegt, um, um, mijn, mijn partner met de dochter, die zegt, nou ik ben jarig, laten we lekker hapje gaan eten. Nou dan, ik, ik ga wel mee, maar ik eet niet mee. Um, mijn partner kan dan nog wel zeggen voor het sociale bij haar, van, nou als we uit eten gaan. Wil ik nog een, een voorafje nemen en dat is het dan. Soepje en, of een soepje, ja. of ja, iets heel kleins meestal. Ja, het, ja. Um, terwijl de dochter lekker losgaat op de hele menukaart, wat ja. helemaal oké okay is, weet je, en die is gewend van oké, okay, er zitten mensen bij die naar me <laughs> kijken en die niet mee eten. Dus dat, dat, die moest er ook echt ja. wel aan wennen. Ja, 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 maar dat ja, kunnen momentjes ja, ja. zijn ja, ja, waarin mijn name Azuria dan zegt van um, ja, nu doe ik wel even mee. Maar goed, die ziet de dochter inmiddels. Uh, Eén, twee keer in de week. En die zegt, ja, ik ga niet twee keer nooit met je meedoen, want dan voel ik me, <laughs> me gewoon niet lekker bij. Nee. En die dochter zegt, oh, het helemaal geen probleem. We gaan wat ja. drinken. En als ik wat wil eten, dan geef ik dat wel aan. Ja, dat het wel maar jij hoeft mij niet mee te doen. Ja. Dus je kan je eigen flow daarin vinden. En ja, zelf kijken wat jouw panic flow ook in dat moment is. Hè? Ik heb mensen die hebben een jaar na genoeg niks gedaan. Uh, partner losgelaten, huis losgelaten, passen allemaal niet meer. Ja, en dan ontmoet je ineens een nieuwe partner. Oh ja. Die dat helemaal niet ken. Ja. Die komen oh, leuk, truus, we gaan lekker happy uit eten. Een <gacht> wijntje uh, en een wijntje en noem het maar op. Ja, uh, Ayahuasca-sessie, whatever. Ja, en dan passen ze zich even tijdelijk weer aan. Hmm. Gaan ze even in de flow mee hmm. tot ze elkaar wat beter, uh, beter hebben leren kennen. Ja. En dan merken ze ook: van, ik voel me eigenlijk helemaal niet meer goed op, 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 met al dat eten en drinken en alcohol en dat soort dingen erin. En gaan dan aangeven: van, ik wil minder en ik wil weer gaan stoppen. Hmm. En dan zie je ook dat die partner geleidelijk ook vaak meegaat. Ja, precies. Ik ja, ga minderen ja. en denk, ja. oké, okay, ik snap het, voel me ook wel beter. Ja. Misschien moet ik toch ook eens naar die menor toe. Weet je, dat soort dingen gebeuren gewoon. Dat, ja. dat is de organische weg ja. om daar te komen. Ja, ja wauw. Is dit voor iedereen mogelijk? Kan iedereen. Uh, ja, 100%. Uh, yeah. okay. Iedereen kan. Kijk, het is heel simpel. <kwijnt> iedereen kan van prana naar Leven, iedereen kan dit transformatieproces doen. Niet iedereen lukt het om de grootste uitdaging aan te gaan. En dat is stoppen met eten en drinken. Ah, oké. Okay. Van ja. prana leven is easy. Ja. Dat, dat is gewoon ja, okay. stoppen met eten en drinken. Ja. En daar stabiliseert het lichaam. Het loslaten, waar we, waar we mee begonnen. Ja. van onze grootste verslaving. is het moeilijkste wat er is. Het loslaten van eten en drinken. daar zitten alleen maar ups aan vast. Alles wat je, wat je eet en drinkt. Heb je geselecteerd vanuit de hele variatie? Dit vind ik lekker. En alles wat je lekker vindt en tot je neemt, ja. geef je bij elke hap, elke gedachte een up. Daar zit die verslaving. En daar zijn we dingen die in het lichaam zitten, die minder fijn voelen, mee aan het compenseren. Ja, precies. Begrijp je? Dus als je het eten juist. eruit haalt, dan kom je eigenlijk die negatieve beerpunt die we allemaal in ons dragen. Continu tegen. Constant tegen, weet je. Ja. Ik ben niet happy, ik voel me niet verbonden, um, um, het leven is zwaar, uh, allemaal excuses. De aarde heeft het moeilijk, dus ook wat buiten onszelf, maar dat ervaren we constant. En dat zijn we allemaal, de hele mensheid, aan het compenseren. Met name ja. in, de, in de wereld waar eten voldoende is en geld voldoende. Ja. Afrika is natuurlijk een ander verhaal. Ja, nou, wij, dat ze kunnen eten ja. maakt ook niet meer uit wat ze eten. Het hoeft niet lekker te zijn als het maar, nee, als het maar voeding is. Ja. En in onze wereld, wij zijn ja, evo evolutionair eigenlijk nu een overkill aan het overeten, overcompenseren. Ja, het, is, het is overal. Het is bizar dat ja. het, het eten zo slecht is op dit moment, ja. bewerkt. Ja, ja. En, en, nou ja, elke dag zie je ja. nieuwe reels en nieuwe, ja. nieuwe openbaringen ja, van wat door. we allemaal. Ja, hoe we het eten verkrachten en wat er allemaal niet meer in zit, hoe slecht het voor ons is. Het heeft niks meer met voeding te maken vaak. Nee, nee, nee. Dat, dat zeg je heel goed. Het dat, heeft dat ja. nu alleen nog met de compensatie te maken. Ja, en, ja, en, ja precies. En daar mogen we van loskomen. Ja. 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 Maar goed, dat creëert ook weerstand. Ja. Weet je, het hele, het hele proces met stoppen met eten en drinken, dat houdt ook in, hè, als je dan naar de fundering van de mind kijkt, elke gedachte begint bij een trigger. Positief of negatief. Ja, de positieve dingen willen we naartoe. Ja. De negatieve dingen willen we ontlopen. Daar willen we niet naartoe. Daar hebben we pijn gehad, nooit meer. Maar dat lekkere hapje, dat lekkere drankje, seksualiteit, alcohol, intimiteit, ja. daar willen we juist wel naartoe. Beide worden getriggerd. Daar zit een emotie op. Positief of negatief. Heerlijk of pijn of woede. Hm. Dan gaat de gedachte draaien. En dan komen we in actie. Van dat loopje als je in dit proces komt en jouw lichaam wordt ongelooflijk stil en je wordt getriggerd door een positieve of negatieve gedachte en er zit geen emotie meer op omdat het lichaam mega stil is is het logisch dat dat verhaal hierboven ook zachter wordt. Ah oh, oké. Okay. Dus jouw ego of je denkpatroon of je persoonlijkheid wordt veel milder als je van prana gaat leven. Die gaat heel anders in het leven staan. Dus het ah. heeft zoveel meer effect dan alleen maar stoppen en eten en drinken. Dus je bent minder geneigd dan ook om die ups uh, te, op te zoeken. Ja. 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 Ah, okay. ja, ja, en daar komt dan nog bij dat het proces van het, het leegmaken van je cellen, maar daar gaan we het straks nog even ja. over hebben, um, er uiteindelijk voor zorgt dat die traumas op een natuurlijke manier eruit gaan, dat die herinneringen op een natuurlijke manier eruit gaan. Dat die emotionele emmer zakt. Hè? Hoe meer stress je hebt, hoe heftiger de emoties zijn. Dus als die stress van eten en drinken ook wegvalt, zijn de triggers zachter. Nee. De emoties zijn eigenlijk niet aanwezig. Of als ze komen heel mild aanwezig. En daardoor kom je gewoon in een hele andere staat van zijn. Wow. ja. Dus het is dus ook eigenlijk gewoon met het oog op verslavingen, eigenlijk een hele ja, effectieve zeker methode. Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja, want wat je vaak ziet, is natuurlijk als mensen stoppen met roken, dan gaan ze drinken. Of, ja. of uh, ja. van, stoppen met drugs, gaan ze drinken. Om uh, te compenseren, uiteindelijk. Ja, ja. uiteindelijk zoeken ze iets. Dus ja, je zou, zou kunnen zeggen: van goh, als ik stop met eten en drinken, dan ga mm -hmm. ik wel iets anders doen. Ja. Uh, maar, maar dat is eigenlijk dat, die dat is... symptoombestrijding. Hè? Ja, ja, ja als precies. Dus je gaat naar de basis en je, je maakt de basis weer gezond. Ja, maar dat is eigenlijk wat jij zegt. Van, ja. Stoppen met eten en drinken, dat. Maakt jou ja, zachter of stiller van binnen ja. dat je die, die, ja. die negatieve gevoelens, die emoties eigenlijk minder voelt, of, of misschien zelfs opruimt. Uh, ja, volledig. Ja, ja. ja heel mooi. Mm. Ja, want um, jij bent er gewoon zelf mee begonnen, maar, maar stel dat er mensen zijn die zoiets hebben van: hé, hey, dit, dit raakt mij, dit resoneert met mij. Ja, um, ja hoe, hoe bereid je je voor op een, op een leven van prana? Hoe, waar, waar begin je? Nou, eigenlijk niet. Nee, okay. heel veel mensen, ja, het <laughs> is heel simpel. Ik, heel veel mensen zeggen, joh, ik ben al heel eind op weg, want ik eet al minder. Um, ja. um, ik eet al minimalistisch, wat ik ook heb geprobeerd. <kuggen> en dan merk je toch dat um, in dat minimalistische, <kuggen> ook al is je stofwisseling gezakt, het lichaam toch meer nodig heeft. En um, waarom zeg ik dat? Alles wat je hebt meegemaakt in je leven aan kennis, dat zit niet alleen in je hoofd, maar ook in je water. Hm. Hey, Emoto, die Japanse onderzoeker die heeft natuurlijk aangetoond dat als je liefde tegen een fles zegt en je haalt er een, een druppel uit en je bevriest dat, dat heeft hele mooie kristallen en als je tegen dat flesje water zegt ik haat je en je haalt er ook een druppel uit en je bevriest het, heeft het hele afgebroken kristallen ja. en die is heel zijn leven er al mee bezig meerdere mensen, maar Emoto is wel de bekendste om aan te tonen dat water alles opslaat ja. en dan vergeten wij dat wij 70 tot 80% water zijn ja, en dan doen we traumaverwerking hier, ja, ja. terwijl het nog steeds in het lichaam kan zitten. Ja. Dus zolang er in jouw lichaam zit, de schijf van vijf is gezond, melk de witte motor. Als je niet gezond eet, dan loop je vitamine tekorten op. Als je te weinig eet, val je af. Als je te weinig drinkt, droog je uit. Zolang die vibraties in het lichaam zitten, reageert het lichaam daar ook als dusdanig op. Oké, okay, dus het zijn gewoon programma's die gewoon gaan afspelen. Dus, dus als jij heel uh, ja. veel gelooft in, uh, ik moet, moet vitamine dit en dat. Ja, dan is dat wat je kan gaan als je gaan dat niet ervaren. hebt, dan word ik ziek. Dus ja. dan is het gewoon zo, oké, okay, dan, dan heb je het niet. En dan ga je Absoluut. op dat programma draaien van, oh, ik moet ziek worden. Ja. Op die manier. uiteindelijk dus, wel. Ja. <laughs> ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, ik zie het namelijk in het, in het proces. Als ja. mensen um, bij mij geweest zijn en ze hebben angsten vooraf. De angst voor het kort aan vitamines. Ja. De angst voor te weinig energie. De angst om te mager te worden. Neem, er, is een, er is een koppel waarvan de man zegt... als ik maar voldoende energie heb, daar ben ik bang voor. En de vrouw zegt, als ik maar niet te mager word. Die gaan allebei naar huis. Doen hetzelfde proces. Eet hetzelfde. Um, qua activiteit zijn ze hetzelfde. Wat gebeurt er? Zij bruist van de energie. En hij ligt twee <tie> maanden op de bank van... wow, ik weet niet wat hier gebeurt. Ja. Hij blijft stabiel qua gewicht en zij valt af. Ja. De angsten die in je ja. zitten... Die blijft ongeveer een jaar in zitten. En daar kan een jaar lang dat lichaam jou op challengen. Die mind wil niet naar dat drijfzand toe. Die wil niet naar nee. die situatie. waarin er eigenlijk geen fundering is. Dus die mind die zoekt alles op om je daar niet te krijgen. En naar 6000 mensen kan ik je vertellen: ik heb al zoveel bizarre dingen voorbij zien komen. Terwijl ik van tevoren al weet, hè, mensen mailen vaak, oh maar ik zit hier en ik zit daar, en ik heb dit al gedaan, en ben daar bang voor. Ja. Dan, kan ik, dan weet ik al gelijk, oh dit is truus, en die is bang voor haar uitval. Die, ja. <laughs> die gaat dat gewoon meemaken. Hè. Ja. Ja, maar... Werkelijk waar. Of een stukendoor die zegt van, oh als ik me nog maar kan door. Nou, als een valoek op de bank. Terwijl een <laughs> ander gewoon zegt, ik heb nergens was van, die doet hetzelfde ja. proces. En die smeert zich helemaal te pletter. Ja. Dus, dus het, het is bizar. Hoe ons lichaam kan reageren op de overtuigingen die we onszelf hebben aangepraat of die naar ons toegekomen zijn. Ja, en interessant dat dat ook gewoon in je water, in je cellen zit, zeg maar, ja. op die manier. Ja, ik heb eerder ook een uh, podcast gedaan um, met Theo Klaassen. Dat was echt in het begin van mijn, uh, van mijn mm -hmm. podcast. Ja. Uh, over de esoterie van water. En hij, hij ah, had eigenlijk ja. precies hetzelfde verhaal. Hè. Dus, ja. dus dat wordt door de wetenschap eigenlijk ook nog niet echt erkend. Nee, Af, het begint wel steeds meer te komen. Ja, 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 hè, zeker. Van dat, dat zeker. water uh, geheugen heeft. En ja. dat, dat, dat het informatie draagt. Ja. Maar wat, 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 ik, wat ik wel interessant vond, is dat hij uh, heeft dus ja water eigenlijk. Um, ook bekeken vanuit literatuur van, van vroeger, mm -hmm. ja. dus oude religische derken. En wat ik wel interessant vond, wat, wat ik onthouden van dat van gesprek mm -hmm. is, is vooral ook dat hij zei van, hè, water wordt door ons wel gezien als een bron van leven, ja, hè? Ja. maar de, de mensen vroeger, hè, uit die oude geschriften, mm -hmm. die, die hadden het erover dat hè, water niet alleen een bron van leven was, maar ook een bron van wijsheid. Ja, ja, absoluut. En dat, en dat hoor je tegenwoordig niet meer zo. Nee. En, en, ja, dat zet me ook aan denken van, hey wat, wat, wat zijn wij verloren? Wat, wat zijn wij vergeten eigenlijk? Ja. Wat wisten zij vroeger wat wij eigenlijk niet meer weten? Ja. En, en daar moest ik eigenlijk ook een beetje aan denken van, hé, hey, een bron van wijsheid, er zit kennis, er zit informatie in water. Dat hoor ik jou ja. eigenlijk nu ook zeggen. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Kijk, het, het mooiste wel. is als je weer helemaal leeg kan worden. En wat we, wat we dan eigenlijk doen met de, de Menor-methode... Dus datgene wat er ja. ontvangen werd... is dat we door middel van een, een ademoefening... je cellen activeren... om dat vlees los te gaan laten. En dan is ook gewoon de kracht van de mind inzetten... om het te gaan ah, ervaren. Okay. Het placebo-effect werkt op het lichaam. Als je gelooft in dat pilletje... dan kan je genezen van dat pilletje als jij er maar in gelooft. Ah, en uiteindelijk ja. ga je het ervaren. Ja. Dus wat wij doen... je gaat een ademsessie doen... waar je je, je cellen gaat... gaat connecten, je gaat connecten met de prana prana los, datgene op wat er in die cel zit en daarna mag je het gaan loslaten nou dat is een cyclus van een uur dat doen we elke dag, doen we dat minimaal één keer of in een weekend, een weekend doen we het twee keer per dag en uiteindelijk ga je het voelen, ga je voelen van wow ik doe die ademoefening en ik voel dat er wat uit die cel gaat stromen dat is de activatie dat gaan we koppelen aan je fysieke celdeling, jouw lichaam alle lichaamcellen delen 24 7 de rest van je leven en dat duurt ongeveer een jaar voordat elke cel minimaal ah, één ja. keer vervangen is. Ja. Um, dus als we die activatie van het leegmaken van die cellen koppelen aan je celdeling, gaat vanaf dat moment jouw lichaam releasen. Ah, okay. Dus bij elke cel die deelt, laat hij het volledig maar los. En komt hij weer in, zijn, in eigenlijk zijn default-staat van zijn. Dus ja, ja, precies. Dus je, je, je deprogrammeert deprogramme, het je ja, Het is waar? deprogrammeren, ja. ja, 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 ja okay. Of releasen, deprogrammeren. Ja, ja, ja. En we zijn ongeveer ja, ja, 70% okay. geprogrammeerd. 30% prana stroomt er bij iedereen. Hè, dat hebben we ook nodig. Zonder, zonder energie kunnen we niet leven. Die 30% stroomt bij iedereen. Maar 70% is de beperking. Hm. En die 70% die mag eruit. Waardoor het moment dat cellen gaan delen, die programmeringen vrijkomen. En ook daar kan het lichaam weer op reageren. Er zijn mensen die ineens twee weken onder de uitslag zitten. Niet iedereen, maar oh al ja. random reageert het lichaam erop. Je kan ineens een hele emotionele, zware week hebben. Dan denk ik, waar komt dit nou weer vandaan? Ja. Dan zeg ik wel altijd: niet onderzoeken. Je hoeft geen ja. therapieën te gaan doen. Laat het maar stromen. Binnen twee weken is het weg. Uh, als je moeite hebt met de stabiliteit in je leven, heb je ineens twee klapvoeten. De mensen denken: mm. wow, nou, nou, dit gaat niet goed. Ik zeg: wacht nou maar. Want zeggen een huis was ook altijd: hè. wacht nog maar twee weken of een week. En binnen twee weken is het ook weg. Haaruitval, gebroken nagels. Um, ja, je, kan, je kan ze gek niet opnoemen of het is al een keer voorbij. Ogen die heel slecht worden en daarna heel goed worden. Oude ziektes en kwaaltjes die ineens. Al tien jaar weg waren, ineens terugkomen in alle heftigheid. en binnen twee weken weer weg zijn. En, en dat is niet meer naar, terugkomen. Naar aanleiding van die, van die eerste ja. week, zeg maar. Want je hebt een uh, retreat, toch? Of, of een soort van heel ja. programma. Ja, je kan een vijfdaagse doen of een weekend. voor het ja, ja. activeren. <clears throat> en dan ga ik eigenlijk even verder terug naar het begin. Ja. Um, ik adviseer eerst om zich vijf weken te detoxen. Hm. Dus je gaat van het eetpatroon wat je hebt naar vegetarisch of veganistisch, liefst veganistisch, maar goed, niet iedereen wil dat, vijf weken, vijf weken lang daar deto detox het lichaam heel geleidelijk. Ja. Het gaat ook weer na aan het eetpatroon. Mm. De week voor de retreat is alleen maar fruit, fruitsappen en soep. Daar doe je het laatste stuk detoxen, waardoor als je in die, die week bij me bent, of die vijf dagen waarin we drie dagen niet eten en niet drinken, um, niet ja. volledig in de detox gaan. Daar kan je gewoon alles doen wat je... Natuurlijk ben je moe, maar je kan alles doen. Zonder hoofdpijn, zonder een zware hoofd, zonder misselijk te zijn. Omdat je dat in die vijf weken daarvoor al hebt gedaan. Ah, oké, okay. ja, ja. Dus ja. daar ga je opschonen. Dan in de, in de week activeren we het lichaam. Um, of activeren we de cellen. We zorgen dat je emotionele laag um, leeg wordt. Je hebt bronervaringen. Dat je weet ja. van, bo, wow, ik ben niet alleen dit, maar ik heb ook de expansie meegemaakt. De energie waar we mee verbonden zijn, of die, die je daadwerkelijk bent. En vanuit ben je overtuigd geraakt dat je kan leven van prana. Dat heb je gevoeld, dat heb je ervaren. Die wetenschap die zit al in jou. Hmm. Maar die moet je aanboren. Je moet naar de ervaring. Ik kan jou nooit laten transformeren als je het zelf niet voelt. Ja, precies. Dus het is niet rationeel van ik weet het nu. Ik, ik heb het, het boek gelezen en nu ga ik het doen. Dus wat jij zegt is eigenlijk je lichaam moet dat een keer ervaren om te weten ja. dat het lichaam ook weet ja. dat het kan toch? Ja en de mind en de mind ja, ja ook de mind mag, mag voelen ja. van wow, de stroomt energie en we kunnen we, we doen visualisaties waarin ja. je dit gaat voelen en dan gaan we ook wat een maand de toekomst in waar het lichaam al een deel is opgeruimd hm. een jaar de toekomst in dat het lichaam helemaal leeg is maar die mind nog steeds aanwezig is maar wel zachter ja, is dat die ja. weet ja. oh weet je ja. we kunnen ja. samen jij als hoger ja. bewustzijn en als Persoonlijkheid of ego als mind. Samen kunnen we dit pad bewandelen. En samen kunnen we 100, 120 worden gezond en ons nog beter voelen. Ja, precies. Als, je, als die mind meegaat in dat proces. en die voelt ook van, wow, dit is, dit is oké. Okay, dan wordt het allemaal steeds zachter. Hm. En dan schiet hij minder in de weerstand, minder in het overleven. en dan wordt het proces alleen maar makkelijker. Ja, bij mij is het nog eens een soort van andersom bijna. Dat ik met mijn mind wel denk van, hé, hey, dit, dit, dit spreekt me zo aan. Ja. Ik, ik, ik geloof hierin. Uh, maar dat mijn, mijn body vooral nog in resistance is. Uh. Ja, nou, wat, wat ik... <coughs> wat, sorry. <coughs> wat ik merk... Um, <coughs> sommigen moeten het eerst horen. Daar reageert het lichaam op. Dus dat is ja. eigenlijk een fysieke reactie uh, op wat het gehoord heeft. Terwijl als het jouw pad is, ja. dan heb je kans dat je vanaf vandaag al alleen maar diarree hebt, dat je misselijk ja. wordt van eten en dat het lichaam gewoon aangeeft: het is ja. gewoon tijd om ja. deze stap te gaan zetten. Het kwartje is is erin gegooid. Het lichaam is wakker geworden. Je weet dat het kan. Ga het nu maar doen. Ja. En als jij niet keuze maakt dan wordt het wel voor je geregeld. Ja. Dat is nou ja, wat ik, ik meemaak ik, ik, en, ik, ik, en. Ik zal je heel eerlijk ja. zeggen, echt de dagen zeg maar, voor deze podcast. Ja. <laughs> um, ik heb alleen maar, ik was ongelooflijk moe, ik, ik uh, had hoofdpijn. Ja. Um, en dat, en dat, dat, dat was eigenlijk alleen van het lezen van jouw boek. Ja. Uh, right. en, en het voorbereiden zeg maar, op dit gesprek, dat ik er ja. eigenlijk een soort van tegen opkeek ja. de, niet, niet omdat ik het gesprek niet wilde voeren. Maar omdat ik aan een of andere manier zo diep geraakt ben. Zeg maar. En ik, ik ja. ook door die, bijvoorbeeld ja, die ayahuasca ervaringen, dat was niet de enige ervaring mm -hmm. die ik heb meerdere Tuurlijk. van dit soort ervaringen gehad. Ja. Dat mijn dat ik eigenlijk wel weet dat het kan. Ja. Van honden, ik heb het eigenlijk al ervaren. Ja. Ja, dat was dan met zuurstof, ja. hè, wat ik je vertelde. Maar ik, ik weet gewoon, mijn lichaam weet het ook dat het kan. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, het, het moment dat het dan doordringt. Mm -hmm. Dat je je ego daar dan. Uh, ja, op een of andere manier uh, ja, nou, uh, mee aan de ja, haal gaat. Ja. Nou ja, dan ga je volledig in de, in de, in de weerstand. Ja. Ja. ja, sommige wel, sommige niet. Ja, sommige okay. mensen worden heel ja. blij. Oh, <laughs> eindelijk. Ik ja, wist precies. dat. Het komt 30 jaar geleden. Ja. een keer een boek gelezen. <laughs> <laughs> en nu ja. in Nederland. Een Nederlander. Kan, ja. En ik heb het gevoel. Ja, ik heb het gezien. En ja, ik doe mooi. het. En een ander lichaam schiet nog tijdelijk in de weerstand. Ja. Ja. Weet je, de weerstand komt alleen maar vanuit de Mind die weet van wow, hier, hier gaan we eigenlijk een grijs gebied in. Ja, het kan toch niet? En ja. ik weet niet, ja, nou, ja. dat nog geen eens, maar ik weet niet of ik hier controle kan houden. Ja, precies. Dat, aan de ene ja. kant. Ja. Aan de andere kant ook de gedachte van geen compensatie meer. Niet eten, niet drinken. Ja. Dus als je weet ja, dat precies. leven van pranen een flow is ja. van niets plus wat eten en drinken als je dat wil. Als jij elke drie dagen s'avonds toch wat wil happen, is dat helemaal oké. Okay. Wie ben ik om daar wat van te vinden? Ja. Je gaat zelf merken dat als je langer niet hebt gegeten en gedronken en je neemt wat en je voelt, wow, hartkloppingen, duizelig, mist, dat je <laughs> dacht, wow, wil Miller ik dit? Kids, ja. En dat duurt nog een jaar hè, nog een jaar ja, ga je, ja, ja. ah dat kan wel en ik doe het nog een keer en nog een keer en na een jaar denk je, jezus, ja. hoe lang ga ik dit nog volhouden? Ja. En, ja. Voor, en voor wie? <laughs> voor die ouder of voor die kinderen ja. die komen, voor ja. mijn vrienden, ik ga gewoon ja, één keer in de ja. maand uit eten met vrienden, ik eet alleen niet mee. Maar ik ga nog steeds naar, naar het restaurant. Ja. En meestal zeg ik dan tegen de, tegen de bediening: ik voel me niet zo lekker vandaag. Dus doe mij maar niks. Maar ik wil er wel bij jullie, geen probleem. Dus ik dan zeg: ik leef van Prana. Dan heb ik in ieder geval een <laughs> ik je van koekoek. Ga je maar ergens zitten. Dat zitten. Dus je moet een beetje ja. adepten naar de situatie. Maar ik doe nog alles wat ik in het verleden heb ja, precies. Ja. Maar dat, dat hele het idee hè, van, van het, het loslaten van die verslaving en mm. de eetverslaving. Hè. Want volgens mij is dat ook hè, na die, na die, die week. Ja. Begint volgens Daar mij met laatste toch? Ja, na de week. Dan ga je is, dat ook echt doen. Ja, dan is, dan is in ieder geval het lichaam geactiveerd. Ja. om die cellen te gaan delen, om jouw vleden los te laten. <coughs> ja, en dan krijg je een training mee. En de training is echt een, een, een verslavingstraining. Ja. Dus je, je gaat als eerste je eten onder controle nemen. He, ik zeg dan als voorbeeld: drie keer per dag mag je wat eten, niets meer tussendoor. Dus hm. geen koffie, geen hapjes. Hm. En, en gaat dat, gaat dat eerst maar eens doen? Nou, dat is al ingewikkeld voor veel voor mensen. Ja. Heel simpel. Daarna ga je ook nog met een pranendag beginnen. In de eerste week. Eén dag, geen eten, geen drinken. 36 uur vanaf dinsdagavond ga je slapen. Heel de nacht, heel de woensdag, heel de nacht. En donderdag ochtend oh, okay, mag je weer ja. je ja, ontbijtje. Ja. Dan okay. zeggen mensen: s'avonds van ook oh, 24 uur gehad. nu kan ik weer. Ja. Nee, 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 nee. Trek hem maar gewoon door. Ja. En pas als, je het, als dat lukt, één pranendag plus je eten onder controle, dan gaan we naar twee losse pranendagen. Eten, stoppen, eten, stoppen, naar het weekend toe. Daarna naar drie. En, gaan en, en we... hoe, hoeveel tijd zit daartussen, zeg maar? Uh, als het je lukt, iedere keer, elke stap is twee weken. Oké, okay. oh wow. Dus we hebben elf stappen van één dag in de week naar volledige vrijheid. Hmm. En dan zit je dus eigenlijk um, alles bij elkaar. Um, moet ik het goed zeggen? Zef, zes stappen in eten met pranadagen. En na de zevende stap ga je naar de panic flow. Dat houdt in twee dagen eten, twee dagen prana, twee dagen eten, twee dagen prana. Oh ja. Als dat je lukt. Drie dagen prana, twee dagen eten, drie dagen prana, twee dagen eten. Vier dagen prana, twee dagen eten. Vier dagen prana, één dag eten. En zo wordt het steeds oh, ja, meer ja, vrijheid precies. gecreëerd. En dan kan je voelen. Is mijn lichaam daar al helemaal klaar voor? Door te kijken naar: blijft mijn energielevel oké? Okay? Hm. Val ik niet meer dan twee, drie kilo af? En dat is gewoon darminhoud die ik kwijtraak. Maar oh, dan moet je ook al met de gaten dan houden moet natuurlijk. Moet je in de gaten houden, ja, ja, zeker. Ja. En blijf ik helder in mijn hoofd. Want je hoofd draait ja. op suikers of energie. En als er nog te weinig. Energie stroomt of te veel weerstand is, dan ben je gewoon niet helder in je hoofd. Nee. Of je valt te veel af, of je hebt te weinig energie. En dan? Uh, dan blijf je gewoon in die stap zitten. Aha, okay. Of ja, je ja. gaat een stap terug, ja. waarin je net iets meer kan eten, waardoor je nog op gewicht blijft. Kijk, je moet het zo zien: van 100% geconditioneerd, wat je nu bent, tot einde van het jaar 100% gedeconditioneerd. Um, hier, aan de voorkant val je ongeveer 2 kilo per dag af als je. Um, geconditioneerd ben en aan de achterkant val je eigenlijk niks meer af. Ja. En daartussen is het gewoon een pad wat voor iedereen anders is. Ja. En zolang je maar blijft trainen en die mind en dat lichaam meekrijgen in die training, is het heel afhankelijk um, hoe snel het gaat per persoon. Dus ja, de een kan bijvoorbeeld ja. na, na zes maanden al zeggen joh, ik kan met alles stoppen, ik ben stabiel, mijn energie is hoog en that's it. Ja. En de ander heeft twee jaar nodig. Ah, okay. Maar je ja, moet je ja, niet precies. opgeven, weet je. Nee. Het, het is uiteindelijk gewoon een ja. spel van de lekkere pranadagen. En niet zien als, ik ben mezelf aan het kwellen. Of wat doe ik mezelf aan door niet te eten en te drinken. Je moet genieten van die pranadagen. En dan heb je gewoon weer een etendag. Hm. En weer genieten van die pranadagen en weer een eedag. En het moment dat je gaat genieten, wil je meer. Ja, En precies. meer en meer en meer langer. En, ja, oké. Okay. Weet je, dus, ja. dus het is een heel geleidelijk proces ja, om van... Ja, veel eten of regelmatig eten en een beetje prana. naar heel veel prana en een heel klein beetje eten, zo heel af en toe. Ja. En dat is, de, het pad is voor iedereen hetzelfde, alleen het tempo waarmee je stap voor stap doorloopt, dat kan verschillen. Ja. Ja. En je hebt dan een hele, um, ja, hoe zeg je dat, training, of jij schrijft dat ook helemaal voor. Ja, je krijgt, en... je krijgt na, na de retreat eigenlijk een ja. soort van e-book. Ah ja, oké. Okay. En daar staan. Alles wat ik heb gezegd in de retreat uh, ja. om je alle kennis mee te geven en ook te laten voelen, staat erin. Tips en tricks staan erin van hoe ga ik om met mijn omgeving, hoe ga ik om met mijn kinderen. Uh, okay, ja, ja. Um, hoe ga ik om als, als ineens mijn ouders voorbij komen en ja. uh, wat ga ik om mijn werk zeggen. Ik leef van pralen, Dan zeggen ze koekoek. Koek. Als jij gewoon zegt op je werk, ja ik heb deze week een vaste week, zeggen ze goed, hartstikke gezond, ja. moet je doen. <laughs> ja. Het gaat nergens over hè. Ja. Dus je moet je, jezelf ook... Ja. Um, Beschermen tegen de negativiteit ja. van het onbegrip aan in de buitenwereld. Dus allemaal van dat soort tools en tricks staan erin, en uiteindelijk de hele training. Ja, precies. Ja. En dan hebben we nog daar, daar in die twee jaar een online platform waar je de vraag of de uitdaging waar je tegenaan loopt, die niet in het e-book staan, kan je daarin, daarin posten. En uh, daar geven wij altijd advies. Met, oh, okay. met, met duizend mensen per jaar kan ik niet iedereen individueel maar, meer begeleiden. Ja. Maar dat doen we in zo'n Facebookgroep. En want dat is meestal voor de groep waar je in hebt gezeten uh, ook een soort collectief thema. Ja, natuurlijk. Ja. Je, je hebt dan met z'n ja. allen geprocesd, 40 tot, tot 150 ja. man. En die lopen vaak allemaal een beetje tegen hetzelfde aan. Dus, dus vandaar dat we zeggen, ja, weet je, als je wat hebt, post het in die groep. Wij reageren erop en de rest mag wel oh, vanuit de herkenning ja. zeggen: Oh, dat herken ik. Ja. Maar je mag geen advies geven. Nee, nee, precies. Want het brein zoekt ah, altijd ah, okay, een ja, way ja, out. Hè? Ja, ja. Als iemand zegt: Oh, ik heb toch te weinig energie om op prana dagen. en truus reageert: van, Ja, maar ik neem gewoon een, uh, een cup of soep. einde van de dag en dat compenseert weer. Binnen een week zitten, zitten alle 40 man aan de, aan de cup of soep want iedereen ervaart dat dan, terwijl ik zeg, oké, okay, dat gaan we niet zeggen, dat dat ja. daar dat ja. dat die we Stip, ook als we ja. het zien staan, dus we zeggen wow, we geven die mind geen escape, blijf maar gewoon in die training, ga maar een stapje terug, ga maar een stapje vooruit, hier hmm. kan je ermee omgaan, zo kan je ermee omgaan, maar uiteindelijk alles staat in het e-book. Je mee. hebt wel smokkeldagen, zag ik. Wij <laughs> hebben ook, ja, 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 maar goed, dat dat komt. Hè. Hoe kan een bodybuilder tien jaar zijn zijn dieet <laughs> volhouden? De als je smakkelen. zes dagen, zes dagen Fanatiek ben en de zevende dag is je junkfooddag. Noemen ja, ze ja, dat okay. bij bodybuilder? Lekker naar de Chinees, lekker pizza, mm. lekker die croissant erin en laat hem even los. Nou, die maandag, dinsdag is een waardeloze trainingsdag, dat weet je ook als bodybuilder. Dus dat doe je het liefst op de vrijdag. Mm. Zaterdag, zondag train je lichter of niet. En dan maandag ga je weer beginnen. Dus als je vrijdag je junkfooddag neem, daar kun je mm. nog trainen. Zaterdag, zondag doe je wat meer cardio en minder kracht. En dan maandag kan je er weer vol tegenaan. Dat hebben we ook in deze training zitten. Dus in ja. de eerste zes, zeven stappen heb je door de week je training. En in het weekend heb je één dag. Dan mag je even. Oh, ja, precies. Een kopje koffie wat je gemist <laughs> hebt. Wat dan nergens meer naar smaakt. Ja. Of een croissantje of whatever. Wat je lekker denkt te vinden op die dag. En dan ga je ook merken ja. dat de dag daarna je zwaar belabberd voelt. Nog ja. erger dan het, het ja. dieet wat ik je voorschrijf. En ja, dat, dat, dat is ook dat het spel, het is. hè? Ja, dat is het spel het is van. Ja. van ja. A, je metabolisme moet omlaag, dus dieet is afgestemd op het verlagen van je metabolisme. En B, ga voelen wat voeding met je doet. Ja. Als je een pranadag hebt gehad, is het net als een vaste dag. Lekker, eind van dag ik, oh, het wordt al beter. Misschien wel een zware hoofd van de detox, van de koffie of van andere dingen. En de dag daarna moet je weer gaan eten. En die eerste hap denk je, lekker. Ja, maar na dat hele ontbijt voel je weer die hartslag gaan en je ja, herkenbaar. Wil ik dit? Ja. En dan moet je nog vijf ja. dagen. Hè? Ja. Want de week daarna ja. ga je pas weer naar een pranadag. Ja. En hoe vaker je switcht... Ja. ...hoe meer je voelt. Ik voel me lekker. En ik voel me weer minder lekker. Ik voel me lekker. Ik voel me minder lekker. Hmm. Na een half jaar krijg je een antipathie tegen eten. Ja, en kan da en dan, dan, dan heb je pranadagen. Lekker eten. Minder lekker. Ja. En hoe minder lekkerder het wordt... ...hoe, hoe meer weerstand je, je creëert... ...naar veel eten. Überhaupt eten. Ja, ik kan ja. het me nog niet voorstellen, want ik bedoel, eten is natuurlijk ook gewoon iets leuks om naar uit te kijken. Ja. Maar ik, ik, ik denk dat ik wel een beetje begrijp wat je bedoelt. Uh, dat als je ja. het helemaal niet flow zit, dat je, dat, ja. dat, is, dat je het anders gaat waarderen. Ja. Nou ja, uh, zie het. Nou, ja. Als je het. Als je een week vast hebt gedaan ja. en je ja. dan na, na die ja, week denk je, Ah, oh, lekker. Ja. Veel energie, minder slapen. Ja. Voel je helder. En dan ga je eten. En dan, dan ga je weer eten. En nou, ja. binnen een dag denk je wat, hoe, hoe, hoe voelde ik me ook alweer? Ja. Weet je? En nou ja, ja, hoe vaak maar, je dat, die extreme ervaar, ja. ja hoe makkelijker je gaat zeggen... nou, ik ga kleiner eten, minder eten, dan wel helemaal niet eten. Ja. Ja. Nou, en dan op een gegeven moment ben je die, dat transformatieproces door... en dan mm. uh, leef je van prana. Ja. Wat, wat, wat kunnen mensen verwachten? Wat, wat, wat zijn de voordelen? Wat, 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 um... <coughs> je, je voelt je, je, je energieker, gezonder. Je, je zei al ja. van, ik ben eigenlijk nooit ziek. Ja, nou, als heel simpel... Wat, wat, Superhoge energie. Je bent ja. nooit moe. Dus je hebt veel of superveel energie. Um, ultieme rust in het lichaam. Ja. En de rust is echt, die hartslag die gaat gewoon 30 slagen per minuut omlaag. Je merkt dat als je uh, mediteert, dat je ergens een soort, soort grot, een soort vacuüm in verdwijnt. Hmm. Je, denkt, oh. dus je gaat gewoon een stuk dieper ja, eigenlijk. Je, je, je gaat echt in meditatie. Ja. Ja. Die mind die wordt steeds stiller. Ja. Je buikgedeelte wordt steeds, steeds rustiger en stiller. Je mind wordt helderder. Helderder, een raar woord. Ja, ja <laughs> is wel het. goed geloof. Ja, je <laughs> wordt heel helder. Ja. Um, gedachtes worden milder. Um, Creatiever t, t, ook. T, ja, ja, er stroomt meer creatie-energie. Ja, bron is creatie. Ja, tuurlijk. En, en ja. dat maakt niet uit of je nou een creabeer bent die graag schildert. Of een architect die huis ontwerpt. Die gaat ineens naar de organische flow's. En dat je denkt: wow, het is tijd voor verandering in mijn leven. Ja, tijd precies. voor dus een andere manier aan. van bouwen. Dus dat, ja, dat is een heel andere creatievorm. Ja. Het lichaam geneest. Uh, het merendeel van de mensen geneest echt van de meest bizarre dingen. Gewoon omdat A, de, 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 de vibratie van het stempeltje uit je lijf verdwijnt. En <coughs> jij zegt: ik ja. voel me niet lekker en een beetje, een beetje raar. En je komt bij de huisarts en zegt: ja, maar je hebt leukemie. Ja. Wat je nog nooit ervaren ja. hebt. Ja. Dat stempeltje komt binnen. Ja. We gaan ook nog googlen wat, wat leuke ja. allemaal is. En daar ga je dat aan dood. Dat komt allemaal binnen. <laughs> dat gaat in jouw water zitten. En het lichaam reageert erop. Ja. Terwijl ik als eerste zeg, als mensen binnenkomen. en ik altijd. wie komt hier met een fysieke uitdaging? 60%. Ja. Gelijk loslaten wat je denkt te weten. Want het klopt niet. Laat het los. Ja. Nee, maar dat had ik al in, in die podcast met, uh, met Daniel. dat weet je het allemaal. Ja. Ja, absoluut. Halen. Alles is geneesbaar. Ja. maar dan wel aan de voorkant. Ja. Andere kant. ja. 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 Ja, wow. ja. En, en, en wat doet het met je um, seksualiteit? Ja, dat is ook een hele goede. Gewoon niet. Nee, het mooie is dat um, eten, waar nou, ik niet mooi, maar eten geeft een soort onbalans in je hormonen. Volgens mij is simpel: als je op Prana leeft en je eet en drinkt niet, heb je eigenlijk nooit geen ochtenderectie, überhaupt een spontane erectie. Hm. Helemaal niet weken of maanden niet tot je de intimiteit opzoekt. Het moment dat je de intimiteit opzoekt of aangeraakt wordt, daar kan het lichaam ineens heel sterk op reageren door de seksuele energie ook reageert. Dus werkt alles 100% en ik noem het eigenlijk het wordt alleen maar gezonder. Ja ja, oké. Okay. De ram bam thank you man momenten zijn eigenlijk niet meer aanwezig, terwijl je wel merkt als ik met iemand verbind en ik ga daar een hun intimiteit mee aan... dan gaat die seksuele energie... vanzelf erachteraan komen. Dus de meeste relaties... zijn eigenlijk alleen maar verdiept. verdiept ja. Doordat gewoon de de, de... de korte, heftige... seksuele momenten wegvielen... maar er veel meer verbinding ontstond. Ah, veel meer ja. intimiteit. En dan was het ook niet van... Ja. Oh, half elf, we gaan naar bed, we zijn half uur intiem... en daarna hebben we seks. Die merkte dat die aanraking gedurende de dag ook veel intiemer werd. En dat die Mooi. energie geleidelijk ook aangeraakt werd, opgebouwd werd. En dat in de loop van die dagen, dat je gaat merken, wow, nu hebben we gewoon zin om samen dieper te gaan, om meer te verdiepen. Op, het wordt eigenlijk veel tantrischer. Ja, precies. Ja, maar nu ja. op een hele organische manier. Ja, ja. Oh, dat, uh, dat, dat klinkt heel goed. <laughs> ja, ik heb ja. binnenkort ook een, een podcast uh, over tantra. Ja, supermooi. Maar, ja. um, maar ik, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die um, ja, eigenlijk een seksverslaving hebben. Hè, die dat gewoon puur gebruiken voor de ups. Ja. Hè, om maar negatieve ja. gevoelens en emoties uh, niet te hoeven voelen. Klopt. En eigenlijk, ja, of, te men, of te compenseren. Of te compenseren, inderdaad. Het, ja. en, en eigenlijk ja, gewoon de hele dag met seks bezig zijn omdat. Ja omdat op die manier. Ja, te het is opereren. hetzelfde als alcohol, drugs en, uh, en eten. Maar jij zegt ja. eigenlijk, hè, in, in, in die staat van, van, van prana of mm -hmm. het leven van prana. Ja, voel je dat dus eigenlijk ook niet meer. Dus nou ja, kijk, wat er ontstaat, is dat de, de negatieve gevoelens eigenlijk gewoon op een natuurlijke manier uit het lichaam komen. Ja, dat ja. zijn altijd trauma's. Ja. Ja. De leegte, hè, na de geboorte, dat we, het moment dat we geboren worden. Wordt de kennis en de ervaring dat je eigenlijk bron bent en altijd dat goddelijke ben wordt, wegge wordt doorgeknipt. Je herinnering wordt letterlijk gedelete. Ja. Dat is ook de drive in het leven. Anders willen we niet studeren, gaan we allemaal in yoga, in een meditatiepoze zitten. Ja. Of kinderen van of en willen we niks meer. Want dan weten we weten, we zijn heel compleet, we hebben niks nodig. Um, als je van prana leeft, dan voel je, ik, ik, ik ben eigenlijk altijd die expansie. Ja. Ik ben niet alleen dit lichaam, sterker, ik ben helemaal niet dit lichaam. Dit is een tempel waarmee ik het, le ja. het leven kan ervaren, ja. maar ik ben de energie die hier doorheen stroomt. Wow. dat is die, die bron die je altijd bent die je ook altijd kan ervaren en ook weet van dit is wat ik gewoon ben. Dus dat is al 50% van die leegte, die ongezonde drive uit het leven. Zijn dus trauma's er ook uitstroom, hoef je niks meer te compenseren. Nee, precies. Ja. En dan merk je, gewoon dus je hebt het dat gewoon niet meer nodig. Nee, uh, dat nee. mensen dat soort dingen daar ook wow. minder behoefte aan hebben. Ja. En, ja, heel mooi. En omdat het ook een onomkeerbaar proces is, ja. hè? het leegmaken van die cellen. Stel dat je nu een, tegen een trauma aanloopt: er gebeurt iets ergens in je omgeving wat traumatisch is. Dan blijft dat maximaal drie maanden in jouw systeem zitten. Ja. Want jouw cellen regenereren. Oh, natuurlijk. Ja, en en ja. soft tissue is drie maanden, en dan is al jouw soft tissue vernieuwd. Botten, hmm. botten en pezen duren langer, kan tot een ja. jaar duren. Ja. Daarom genezen ja. ook ja. langzamer. Ja. Maar je soft tissue gaat heel hard. Ja. En dat is ongeveer 80% van het lichaam. Dus, dus iets wat je oppikt, daar kan je drie maanden last van hebben. En dan is het er al weer uitgestroomd. Okay. Dus je blijft Nooit constant, overnagen. en hoef je niks voor te doen. Dit is ja. gewoon het activeren van je lichaam om constant los te laten. Hmm. Ja. Is dit ook voor kinderen? Uh, is dit voor kinderen? Ik hoor het nog niet. Nee. Dus ik heb zeg, een, een minimumleeftijd voor de, de week en daarna van Prana het gaan leven van 21. Dan heb, okay. je al, dan heb je al nodig levenservaring doorlopen. Dus daar kan het. Uh, 18 jaar voor het weekend. Maar je tot je 21ste mag je dan niet. Althans, ja, ik, weet je, ik adviseer alleen maar. Ja, dat mag je niet ja. eeuwig van Prana leven? Nee. Dat is dan bijvoorbeeld drie dagen wel en drie dagen eten. Drie dagen praten en ja. drie dagen eten. Want uh, daar is het, li het lichaam en het brein toch nog keel, in ontwikkeling. Ja, Ze zijn al geconditioneerd, dus daar kan je. Ja, Ik wil niet interfereren op de ontwikkeling tot hun 21ste. Nee, ja. Um, ja. Maar dat is de mens van nu. Als we dan naar de toekomst kijken, weet je, um, als we ervan uitgaan dat jij constant verbonden bent met het collectief. En. Um, Wetende dat als jij geboren wordt, alles wat het collectief heeft meegemaakt ook in jou zit, dan is elke seconde van de dag een, een bewuste groei of wakker worden van kennis binnen het collectief. Het moment dat 10% van de mensheid iets ervaren heeft, vindt er een shift plaats. Elke grote wereldoorlog, uh, COVID, wereldwijd een happening. Positief of negatief, laten we dat even loslaten. Dat zorgt voor enorme bewustzijnsgroei. We zitten al op 6% wereldwijd vanuit het begin van de mensheid tot aan nu. Met betrekking tot het leven van prana. Hmm. Niet alleen wat ik heb gedaan, maar Jasmine is er al mee bezig. De yogis in India zijn er al mee bezig. Heel veel mensen hebben dit op de een of andere manier al een keer ervaren. Hmm. Die laatste 4% wordt de komende 40 jaar bereikt. De kinderen die daarna geboren worden, die weten in het bewuste oh. bewustzijn, ik heb geen voeding meer nodig. Die gaan naar 2 tot 3 procent voeding toe. Je zullen nooit 100% stoppen, maar alleen voor de smaakexplosie in plaats van de compensatie of de fysieke voeding. Helaas hebben die nog steeds een ouder die <coughs> geconditioneerd is. Dus als die kinderen uiteindelijk kinderen krijgen, dan weten die ouders van ik kan dit kind gewoon loslaten en dat geeft vanzelf aan wanneer het iets wil proberen of niet hm. daar zit de verandering en die 10% die gaan we gaan we dit bereiken, wow. want het houdt niet in dat iedereen naar mijn retreat hoeft te komen jij hm. hebt het nu al ervaren en ook dat is groei dus, het, ja. dus vandaar dat ik zoveel, zoveel mogelijk podcasten doe, reels doe en, en zoveel mogelijk ja. mensen bereik, ja. Ja. waardoor zoveel mogelijk mensen het kunnen ja. horen, kunnen voelen kunnen ervaren en dat is de groei de constante verbinding met dat collectief... daar ja, zit te groeien. Ik groei niet. Ik, ik bewandel mijn pad. Ik ja, ervaar. Precies. En het collectief <laughs> ja. groeit. Kinderen die geboren ja, maar, worden... zijn altijd slimmer ja. dan wij. Ja. ja, dat is waar. En dat, dat is uiteindelijk mijn, mijn missie. Zoveel mogelijk de wereld in helpen... Ja. Met, met boeken, films, podcasten, whatever. Ja, ja, precies, dan Alle dan platformen. Deze, maar. Ja, maar er is er ook de tijd voor. Dus ja. Ja, ja. Dat maakt het de ook heel... Tijd wel, genoeg. Absoluut. Ja, 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 dat maakt het best heel mooi. Ja. Zijn, zijn er ook nadelen... Want je hebt een, een aantal voordelen genoemd. Maar uh, ik vond dat je misschien uh, nou ja, afval het over gehad. Hè? Je, zit, je zit gewoon stabiel. Dus je ja. valt niet uh, bijzonder. Nee, weet je, je kan een hele leven leven leven. Uh, wat, wat, ik, wat ik hiervoor ook heb gedaan. Uh, ik sport drie, vier keer in de week. Um, en daar zit cardio bij. Er zit krachttraining bij. Minder zwaar dan mijn bodybuild uiteraard. Maar ik, ja. ik, ik kan mee met de rest van de sportschool, laat ik het zo maar zeggen. Um, het, het, wat, wat kan een nadeel zijn? Um, je eigen gedachten. Want alles wat je be, als beperkend ervaar, zijn alleen maar je eigen gedachten. Hm. Iedereen die dit proces ingaat, die loopt ergens tegen zichzelf aan. En dat zijn gedachten: hoe ga ik om met, met mijn gezin? Hm. Hoe ga ik om met, met de buren die me uit eten willen vragen? Hoe ga ik om ja, met ja, mijn precies. werk? Dat, ja. dat zijn de uitdagingen. Terwijl als je gewoon zegt ik ga het gewoon doen en klaar. Vindt niemand het een, vindt niemand het een probleem. Iedereen gaat merken dat na een paar maanden jij beter in je vel zit, je milder bent, je gezonder bent, je energie omhoog gaat. Dat ze zoiets hebben van: joh, ik weet niet wat je doet, maar blijf vooral doen wat je doet, want je gaat, uh, je gaat als, een, uh, als een tierenlier. Dus, en je ja. voelt anders aan. Dus, dus blijf ja. dit gewoon doen. Nou, ja, maar misschien dat sommige mensen het uh, ja. idee zullen hebben van joh. Het, het klinkt allemaal wel heel, heel, heel positief, maar mm -hmm. ik word er heel zweverig van. Of, of kan ik dan nog wel aarden? Of. of um... uh, ja. <laughs> nou, wij, nou wij, um, Het zijn vaak de, de mensen in de, de, in de, 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 de spirituele denkwereld um, die het meeste last hebben van niet, niet geaard zijn, ja. te veel openstaan. En terwijl als je het, het proces gewoon door. Trekt, ga je zien, je wordt sensitiever. Ja. Um, je gaat meer ervaren, maar er komt ook meer yin en yang, meer balans. En balans is, hè, ik zeg altijd: we hebben een, een, een bekkencentrum in plaats van, van um, chakra's, hebben we een, een bekkende energiecentrum, een hartcentrum en een spiritueel centrum. En dit is geen mind, maar dit is gewoon een spirituele verbinding die we, die we maken. Boven de ja. bovenste chakra, maar goed, voor mij is meer een, een heel veld. Als die drie in verbinding blijven en in balans blijven, maakt het allemaal niet meer uit. Hm. Het niet geaard zijn houdt alleen maar in dat in dit bekkencentrum minder voelbare energie zit dan daar. Oh, het dat moment dat, mee, ik, ja. dat, ik, dat ik in een healing ga of een, een retreat geef, dan zit ik hier in de verbinding en hier met spirituele, maar niks onderin. Daar voel ik ook helemaal niks van. Nee. Moment dat ik, dat ik lekker in de tuin aan het werken ben of intiem ben met mijn partner, zit ik hier en zit ik daar. Ja. Weet je? En, en dus niet geaard zijn houdt alleen maar in dat deze twee geactiveerd zijn en die onderste minder. Ja, oké. Okay. Weet je? En, en <coughs> hoe meer ideeën we er daarbij hebben van: um, ik wil hier zitten, want dan voel je je wel super lekker. Dat is absoluut zo. En ik heb een partner die dan TV wil kijken, dat brengt me weer naar beneden. Mm, in ja. onbalans, dat is niet <coughs> waar. Je gaat alleen naar een. <coughs> aardse energie. Dit is spirituele, dit is aardse. Hm. Weet je, dus ben je dan niet geaard? Nee, dat bestaat niet. Je bent alleen, hij is minder voelbaar. Hm. Dus je gaat gewoon omhoog of je gaat omlaag. En daar is op zich niks mis mee. Ja. Terwijl je van Prana leeft, dan balanceert dat heel erg uit. Je kan elke minuut switchen tussen, tussen aardse ja, energie. Ja. En pop, tot... en je hebt er gewoon meer controle over of iets, toch? Ik denk dat je meer ja, energie het, het hebt. Gaat natuurlijker. Natuur, ja, precies. Het gaat natuurlijk. Het gaat natuurlijk. Je, je hoeft er dat niet is... over na te denken. Alles oh, gewoon nee, okay, proberen. Ja. Uh, Vast te grijpen, dat, ja. dat, dat, dat wordt gewoon en ja. Het moet, mag heel natuurlijk stromen. Ik kan ook op de bank ineens heel erg ja, poep, in, een, in een spirituele, voelbare verbinding komen. En dan denk ik, wow, ik wil mijn, mijn, mijn ogen dicht doen en gewoon oh, daarin verdwijnen. Ja. En dan kan die, die, die tv aanstaan en kunnen vrienden ergens mee bezig zijn in mijn huis. Maar dan, dan geeft het meestal aan, ik geef ik meestal de stilte in een pump. Dat vind ik het ook prima. Niet naar ja, weten, we Olaf hebben ze niks maar doen we nog. <laughs> ja, ja, ik kies ook echt voor mezelf. Ik ja. pas me niet meer aan dat ik denk: nee, wow, nee. nu voel ik iets wat, wat ik even wil voelen of, of horen. Ja. Doe mogen dingen Doe het gewoon. Ja. Ja. Zijn er ook risico's? Hè? Wanneer is het gevaarlijk om dit te doen? <clears throat> Als je dit zelf gaat doen. Ah. Als je het zelf gaat doen, levensgevaarlijk. Het deconditioneren van je cellen is verrekte ingewikkeld. En waarom lukt het in mijn setting wel? Ik heb geen idee. Ik kan er van alles op loslaten. Weet je, ik zeg altijd: Alles wat ik deel. dat deel ik vanuit mijn overtuiging. Hè? Ik ben 100% overtuigd dat iedereen dit kan. Ja. Dus wij hebben het hier over. dat zit nu ook als een vibratie in jouw cellen. In jouw water. En uh, of dat het nou is. of de energie, de Darshan-energie die door me heen stroomt. Die waar ik je in meeneem. of een andere reden. Ik ja. weet het niet. Ik weet wel dat. Mensen die het zelf proberen blijven afvallen. Er maar weinig mensen zijn op deze aarde die de, een lichaam kan laten deconditioneren. Ja. Helaas. Nee, precies. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, ja. dus als je dit zelf gaat doen, <coughs> dan denk je ook, doe een ademoefeningetje, die kan je gewoon van YouTube <laughs> afhalen. En daarna ga ik stoppen met eten en drinken. Dan zal je zien dat je geen energie hebt, dat je blijft afvallen en dat hmm. je niet helder in je hoofd hmm. bent. En daar wordt het gevaarlijk. Daar vallen mensen echt gewoon 10 kilo in een week af. En na drie weken leg je het loodje. Ja, als het al geen twaalf dagen yes. is. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, en nou ja precies, ik zie het ook is, in, in Breatharian ja. groepen en sungees groepen. Die doen een weekje water en een weekje sap. Ja. En dan zeggen ze: ik leef van pralines. Nee, je leeft nee. van een laag ja. metabolisme. Ja. ja. Maar je ja, bent en, dat dus, ja en je doet ook schade ja. aan het lichaam. Hè? Want zolang ja. het in jouw lichaam zit. Als ik niet gezond eet. Um, dan loop ik vitamine tekorten op. Die tekorten die ga je ook oplopen. Als je naar de foto's kijkt van heel veel in mensen in die groep... die zien er gelig uit of grauw ja, uit of ja, supermager. mager. Wat gewoon <coughs> een mager lichaam is op zich wel heel gezond. Kan heel, <coughs> kan heel gezond zijn. Um, maar ik zie, als ik naar die mensen kijk, denk ik wel... Hmm, ergens, ergens loop je toch tekorten op. Ja. Ja. En nee, goed, veel gebruiken ook supplementen. Maar goed. Nee, niet okay, niet maar iedereen, goed. maar goed, dat is wel wat, wat ik ja. zie. Terwijl bij, van de 6000 mensen bij, bij mij niemand blijft afvallen. Niemand heeft een tekort opgelopen tot hmm. nu toe. Dus wezen, wezenlijk zit er een heel groot verschil in. Ja. Ja. Maar zijn er ook wel uh, ziektes of zo? Waar je zegt van joh als je daar aan leidt dan moet je het vooral niet doen of nog Dat ja, kan ik beter doen. zeggen moet je juist wel doen. Ja, ja, okay. Alle dieren die <coughs> ziek zijn stoppen met eten. Ja. Heel simpel. Hmm. Dieren trekken zich terug, gaan de stilte in, eten niet, drinken nog wat en genezen daar. Uh, Meestal, zijn er op. ook die die van prana leven? Nou, voor zover ik weet niet. Uh, ik heb ook altijd de vraag van zijn er ook stammen in het verleden geweest? <laughs> nou, er kunnen we allemaal gedachten over hebben. Ja, ik weet het nou, niet. Weet ik laat niets. het ook los. Ik ja, geloof nou, het wel, want als ik het kan, kan iedereen het, en ja. het. Ik ben niet de eerste die dit doet. Er zijn ja. meer gurus en, en nou, ja, uh, teachers die, die ja, langere ja. tijd van niks hebben geleefd. Mensen met anorexia? Um, die zijn welkom als ze een jaar stabiel zijn. Okay. Dus als ze heel mager zijn, moeten ze bij mij, als ze zich aanmelden, hè, want je hebt, een, je hebt een intake bij mij als je komt en dat hoop ik ook dat je eerlijk bent. Ik heb ook een minimumgewichtstabel voor als je komt. Oh je ja, okay. moet, ja. moet minimaal ja. hè, een bepaalde lengte, een bepaald gewicht hebben, want iedereen valt nog wat af. En ik wil je niet in een, in een gevaarlijke grens hebben, dus um, dat is de, de toelating. Als mensen ja. heel mager zijn ja. aan de hand van anorexia, moeten ze eerst aankomen. Eerst 10 kilo erbij om ze boven de 45, 5 kilo te krijgen. En als ze dat lukt, zijn ze welkom. Ja, ja, want precies. de reden van anorexia is iets in het verleden. En dat mag er gewoon zelf uitstromen. En daarna ga je een food control, want anorexia draait ook om controle nemen. Ja, Krijg je een food control, dieet, en daar stopt het afvallen. Mm. Heel simpel. Mm. Dus als je je lichaam deconditioneert, de reden eruit stroomt. Kan ook iemand die van anorexia leeft uiteindelijk ja. um, um, stoppen met eten en drinken? Maar je hebt best kans dat je dan 20 kilo aankomt. Ja. Want wie zegt dat ja, jou, jou, ja. jouw 35 kilo, wat jij als een ideaal plaatje ziet, ja. helemaal niet zo gezond voor jou is? En Bron weet veel beter wat jouw ideale gewicht is. Misschien ga je naar de 50 kilo. En wat doet dat dan met jou? Dus dat soort gesprekken ja, hebben wij precies. echt wel met iemand die ja. dus je in je af, anorexia... Van, ja, ga eerst maar eens aankomen. Ja, 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 ja. Ja. Ga maar eens kijken hoe dat voelt. Want ik denk dat jouw gewicht zwaarder is dan dat jij nu weegt. Ja. En dat moet je eerst gaan voelen. Ja. Want anders doe je het proces en dan kom je straks aan... Ja, en dat kun je niet meer stoppen. Nee. Dus, dus hoe, ga je daar dan, hoe ga je daar dan mee om? Ja, het is een ja. heel bijzonder proces. Ja, nice. hoe, hoe reageert de wetenschap hierop? Ja, dat is heel wisselend. Um... Ik bedoel, het, is, het is natuurlijk een, een, een niet-mechanistische manier van, <coughs> uh, van naar gezondheid uh, en geneeskunde kijken. Net als nee. Ayurveda mm -hmm. en Germaanse geneeskunde, waar we het ja. over hadden, yoga, whatever, ja. acupunctuur. Ja. Ho, 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 ho ga, ho, wordt er onderzoek naar gedaan? Um, <coughs> nou, op dit, dit moment nog niet. Um, het mooie is wel, ik heb steeds meer mensen die van een kwaal zijn afgekomen, een serieuze fysieke uitdaging zijn afgekomen. Waarvan de arts eigenlijk zegt: maar dit kan niet. Nee, okay. Dus ergens heb je iets gedaan waardoor je wel geheeld bent. En dan komt dit altijd ter sprake. Ik heb er wel meer medische specialisten vanuit allerlei vlakken <tie> gehad. Die me hebben meegedaan en ook, ook ervaren hebben dat het kan. Ja. Um, en het leuke is dat eigenlijk alles wat we doen. allang bekend is in de medische wereld. Hmm. Dus ademsessies om het lichaam te verzachten om, ja, precies, dat om, wel, om ja. trauma's te helen ja, ja. uh, em emoties, EMDR we doen ook een soort ja. EMDR sessies om die EMDR te ontkoppelen um, het, het werken met energievelden is eigenlijk al bekend van wow, het heeft allemaal effect, maar dat het hele rijtje leidt naar je kan stoppen met eten en drinken, dat kunnen ze nee, niet soeur, ja, precies, ja. dat het, dat ah, het okay. fysiek medisch geneest, daar zijn ze wel van overtuigd maar dat zijn ze al heel lang Heel de medische wereld weet al... met voeding kunnen we, kunnen we helen. Met stilte, meditatie en yoga kunnen we helen. Maar nog steeds, maar ik denk... 5% van de wereldbevolking is wakker en bereid hm. om dat aan te gaan. 95% hm. niet. Hm. Die willen gewoon gerepareerd worden... en nog ja, steeds precies. een biertje ja. en een, ja. een wijntje... Ja, en uh, goede tijden, slechte tijden kijken. Ja, niks mis mee. Hm. Maar die zijn gewoon niet bereid en niet klaar om hun voeding aan te passen... Nee. Ja, mijn, ja, vaard, mijn vader heeft allerlei fysieke klachten en ik zeg, ja, pa, je hoeft hier niet te zitten in de staat waarin je bent, als je gewoon anders gaat eten. En dan zegt hij, ja, kan mijn kop al in de strop hangen. Je, maar het is alleen maar anders, je kan al het eten lekker ja. maken, hè? alleen maar groenten kan je super lekker maken. Ja. En nee, steeds mijn blokje ja, kaas van de huisarts. Ja, prima, blijft lekker. Ja. Weet je, dus die is helemaal niet bereid om aan te passen. En dat nee, nee, is helaas... Zolang je in dat westerse ja. wereldbeeld blijft zitten. En het is, Absoluut. Ja, bedoel, het, is, het is natuurlijk ook gewoon ingeprogrammeerd al, al ja. honderden jaren. Ja, klopt. Ja, sinds ja. de verlichting dat we, dat we zo denken. Ja. Ja. Dat is het is heel moeilijk. Hè? In de romantiek zie je dat het wel, wat uh, is dus, dus het, de uh, 18e eeuw of zoiets. Dat ja. het, het begint het wel weer terug te komen. Weet ja, je, Van hey, gevoel, emotie mocht opeens weer. Ja. Ja. En uh, ja, we zijn niet alleen maar een machine. Hè? Maar hm. we zijn ook we hebben ook een vitale levenskracht. Ja. Uh, bewustzijn en dergelijke. Dat Op. werd weer gewaardeerd. Dus ja. het be begint wat te komen. Ja, uh, zeker. Maar het is uh, ja, zeker in die medische wetenschap is dat. Uh, ja. Nog helemaal niet door. Nou ja, ik weet wel. Um, uh, ik, 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 ik heb mijn levenspad. Ik weet wel, uh, op mijn vijftigste ben ik drie keer overleden. En daar heb ik mijn, <laughs> m, mijn boek mogen... Nou ja, even tussendoor. Um, heb ik mijn boek mogen zien tot aan mijn dood. Dus ik weet wat ik ga doen. Um, de transformatie is er één van. In, op heel veel verschillende manieren. Hmm. Maar de medische wereld is een tweede pijler. Oké. Okay. Dus ik weet dat die eraan gaat komen uh, met het proces... In de zin van ze moeten er een keer echt wat mee gaan doen. Ze, ze gaan het onderzoeken niet ja. voor panic living, ja. maar wel om te kijken hoe kunnen we. waarom ja, okay. heeft dit proces ja. aan, de, aan de basis van een ziekte of een uitdaging effect? Ja. In plaats van symptoombestrijding aan de achterkant, hoe, hoe is het mogelijk dat je hierdoor wel geneest? Of heling. Ja, nou ja, ik zou zeggen: hoe meer uh, medische wonderen jij uh, de wereld instuurt. Ja. Met al die mensen die ja. uiteindelijk van Prana zijn gaan leven. Ja, hoe meer ze daar ook uiteindelijk iets mee, mee moeten ja. gaan doen, toch? Ja, nee, klopt. En ik weet wel dat er een onderzoek is geweest... in de jaren 70 of iets dergelijks... Mm -hmm. dat ze uh, juist ja, zo'n Yogi, volgens oh, mij. Oh, in India. Ja, ja toch? Ja, zeventig ja, jaar niet gegeten, niet gedronken. Ja, Je hebben dan twee weken en... of iets... Uh... <kliek> ja, die tien dagen vol, volgens ja, mij. Okay. Maar die, de, kijk, het mooie daar is... en dat lukt helaas niet in de westerse wereld... die, zijn er, um, die hebben het onderzoek gedaan alleen om te constateren. Hm. Dus ja, Die, ja, precies, die, die precies. hadden geen verwachting. Die zeiden nee. gewoon, je gaat in een kamer... Er is geen eten en nee. geen, geen drink aanwezig. Ja. Als je gewassen wordt zijn we erbij. En dat is het. En na tien dagen was die één kilo, nou, nou volgens mij, nog ineens afgevallen. Dus na tien dagen konden ze constateren: hij heeft niet gegeten, niet gedronken en hij doet alles nog. Ja. En voor de rest hoeven ze ook niks te onderzoeken. Nee. Het feit dat je tien of twaalf dagen overleeft. Uh, waar de, de meeste mensen ja, precies, dat is eigenlijk al ja. 20 kilo afvallen en hij er helemaal nee, ja. uit bleef zien. En hij had gewoon geen fysiologische uh, veranderingen. Uh, nee, whatsoever. totaal niet. Nee, en nee. de westerse wereld zoekt om te ontkrachten. Ja. Dus uh, zodra er ergens een soort van uh, uh, detox reactie ergens is, zie je het wel, hij is ja. aan het afvallen. Ja. 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 Of er gebeurt iets in zijn bloedbeeld wat we nu begrijpen, dus het klopt niet. Terwijl ik zeg, je mag mij best opsluiten. Zet maar 14 dagen de camera erop, maar 14 dagen overleeft hmm. niemand. En als ik 14 dagen overleef, Hm. Dan is dat het bewijs dat het gewoon kan. <laughs> je, oh, dan moet je het wel een jaar doen. Nou, dan had ik al lang dood geweest. Ja, ja nee, 40 jaar zou in principe genoeg moeten zijn, toch? Maar heb uh, 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 ja, je wel eens benaderd om dat te doen? Uh, in, in, um, hele kleine schaal, op hele kleine schaal in Nederland. Maar als ik het wil doen, dan wil ik het liefst met de National Geographic, die gewoon zegt: we doen het gelijk okay, wereldwijd. Prima, ja. En dan maar gewoon, gewoon maar. pontificaal. Een, een, een Big Brother huis met, uh, oh, met ja. jou erin, en een camera en een home trainer. En uh, een groep mensen waar je wat mee kan doen om te laten zien dat je gewoon nog alles kan. Ja, en ja, uh, en, en la, laat maar zien dat het kan. En geen water, uh, en geen water aanwezig. Ja, ik zal ergens. Nou ja, poepen doe je niet. Dus dat is nee. makkelijk, maar dat, maar dat doe je niet. Nee. Dus misschien nog even, even douche met de camera erop. En bij mij mag ja. alles filmen en alles weten. Dus dat maakt me allemaal niet uit. Oh, wat grappig. Ja, ja. <laughs> nou, ik weet ook dat er ook een, anders, een ander onderzoek is geweest. Dat ze naar de energiehuishouding hebben gekeken van dieren, ja. honden. Dus onder ja. laboratoriumcondities. Mm -hmm. uh, en dat ze uiteindelijk ook tot de conclusie kwamen dat, dat uh, ook honden meer energie gebruiken dan ja. dat ze aan... Voeding, voeding binnenkrijgen. En, en, en drinken ja. binnenkrijgen. Ja, dat zijn ook wel weer van die, on, misschien ook <laughs> constatering slechts. Ja. Waar, waarbij je nog niet onderzoekt van hoe dat dan kan. Mm -hmm. ja. uh, maar dat zijn toch ook wel van die dingetjes waarvan ik denk van, hé, hey, uiteindelijk, uh, ja, het begint een beetje door te komen. Ja. Ja. Het is klopt. nog lang geen mainstream, maar... Nee, 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 klopt. Nou, eigenlijk bevestigt dit wel wat, wat ik zei over die cellen. Die ja. cel is 70% geconditioneerd en 30% stroomvrije energie. Ja. En nou, dieren hebben minder, ja, minder conditionering, precies. dus dat zal misschien 50-50 zijn. Want ook die maken dingen mee vanuit de vibratie en de omgeving. Um, dus die hebben eigenlijk al 50% energie die stroomt en 50% krijgen ze dan nog fysiek binnen. Ja, precies. Want ook die, eh, ja. als een leeuw geboren wordt, dan krijgt hij eerst, eerst de tepels voor de binding en de, de antistoffen. En daarna krijgt hij vlees aangereikt vanuit, vanuit de ouder die een, ja, een dier vangt en leert ja. eten. Ja. Ook dat is conditionering. Ja, dus wie ja, weet, als we dat niet doen, dat er gewoon heel veel dieren gewoon zijn die gewoon gepraat kunnen leken. Ja, precies. Ja, ja ik weet. ben er echt van overtuigd hoor, ja, dat, er, dat er zoveel meer mogelijk is. Ja, ik, dat en dat is ook mijn conclusie uh, na het lezen van, de, van dat boek. Ik denk ja. Dat wel... uh, want als het dit waar is, uh, mm -hmm. ik bedoel, ja, de beste manier om het om erachter te komen is om het zelf te gaan om het doen. Om te <laughs> doen, dat de, uh, ik, ik kan, Een mind die in de weerstand schiet, kan ja. ik met geen, geen enkel nee. onderzoek uh, ja. overtuigen. En het beste bewijs is dat je het zelf gewoon gaat ervaren. Ja. Ja want, ja want de echte hardcore westerse mechanistisch heeft oh recht... de meeste bullshit over mij maar ja nee die... Maar precies die zullen ja. gewoon denken ja dat jij een cheater bent of dat ja, je ja, ja 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 precies bij elkaar liep als het donker is dan zit hij te eten ja, ja precies en nou, mijn, mijn huis heeft model... geen keuken nodig want hij is altijd leeg ja er nee, staat koffie <laughs> ja. en een thee koffiepotje en een theepotje ja. voor uh, voor mensen die uh, die op bezoek ja. komen ja. Ja. maar als mensen iets willen eten zeg ik ja of we gaan uit eten ik doe niet mee ja, of neem het zelf mee. Want onze koelkast staat gewoon uit en er zit niks in. <laughs> ja, dat kon je bij Tim, Tim de Beste met de kort zien. Die ging heel de boot door. Van, heb je ergens wat verstopt? Maar nee, nee is, maar bij mij is echt alles leeg. Heel bizar. Ja. ja. Dus dat maakt het wel uh, heel leuk. Ook. Ja, heel gaaf. Ja. ja. Wat gebeurt er als we massaal overstappen in deze maatschappij? Wat voor... Wat voor... Nou, weet je... Um, stel, stel dat, dat ja. iedereen... Nog maar 5% zou eten en drinken van wat we nu doen. dan is binnen 10 jaar de aarde weer helemaal gebalanceerd. Ja, dan hebben we geen tekorten. dan ja. is dat ene moestuintje ja. van één persoon in een straat genoeg. om de hele straat die smaak te geven. Ja, precies. Weet je, en, en dat is ook de reden dat dit proces binnen mag komen. om onder andere om minder te gaan eten. en meer balans aan te brengen. Ik krijg heel vaak de, de vraag: Joh, ga naar Afrika, ga het daar doen. Maar dat is, dat is korte termijnvisie. Ja. Mensen nu daar te eten geven is een korte termijnvisie. Je moet zorgen dat, ze, dat er genoeg is en dat iedereen ervan kan leven. Dat gebeurt pas over 50 jaar. Weet je, dus um, als je dan uh, de, de, de effecten van dit proces, minder eten, footprintverlaging, eh, nou, of de kringeling ja. is een keuze, gezondheid, die, dat we geen welvaartsziektes meer hebben, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Weet je, als je dat allemaal meeneemt, dan, dan, ja, dan hebben we maar heel weinig nodig. Als de hele mensheid hiervoor kiest, dan is er overvloed voor iedereen. Dan wordt ja. die aarde nog maar ja. met een, een tiende belast van wat, wat, we, wat we nu doen. Bizarre. Jouw footprint is, is bizar hoog. Hè? We, we wijzen naar de boeren en de koeien. Maar dat, dat ene nootje wat in, in Zuid-Amerika geplant wordt. en opgroeit met water en, en allerlei ja. middelen wat het nodig heeft. gerooid, opgeslagen, getransporteerd. Gekoeld, uh, in Albert Heijn oh, ja, terechtkom ja. En dan gaan we de cyclus van jezelf dan nog: de natuur rijden halen, koken, eten, poepen, water schoonmaken. Dat moet je allemaal meenemen, heeft allemaal mm. mee te maken. Dan hebben wij een footprint, daar word je gewoon helemaal onwel van. Ja, dat is waar. En dat willen we alleen niet horen. Ja. We wijzen heel graag naar anderen, terwijl we zelf blijven bunkeren en gewoon in heel die cyclus gewoon mee blijven doen. Het is heel makkelijk om naar de buitenwereld te wijzen en zelf struisvogelpolitiek te spelen. <laughs> ja, terwijl, er een, terwijl er gewoon een oplossing ja. is. Ik zeg niet ja. dat je moet stoppen. Ja. Ja. Maar als je gaat naar dat hele kleine beetje wat je werkelijk nodig hebt. Ja. Dan is dat zo'n persoonlijke verlaging. En als nogmaals een groot gedeelte van de mensen dat gaat doen. Ja, dan, dan geeft dat zo'n enorme shift in, in alle industrievormen. Ja, en los van die footprint. Het is, het is volgens mij ook een, 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 een spirituele. Bevrijding eigenlijk voor het is eigenlijk een verdieping. Ja, toch? ja. 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 ja heel inspirerend. Uh, ja, dat is mooi, hè? Ja, ja. echt uh, heel bizar. Ja. Het mooiste vind ik als je, als je naar mijn website kijkt en daar staan de reviews van verschillende mensen. Um, ja, ja, ja. ja. In, in je boek zag ik ook wat. Uh, ja, er staan testimonials. ook wat, wat testimonies in mijn boek, maar het, het leuk zijn de, ja. gewoon de, de, de interviews die ik doe met mensen. Ja. Eline bijvoorbeeld, militair. Eet en drink soms weken niet, maar doet wel als militair gewoon mee, hè. Ja. En die, die, die zwemt en schiet en klimt en doet en haalt een medaille zonder eten, zonder drinken. Heel het is een betere reclame, Heel kan bizar. je niet hebben. Heel bizar. En die zegt einde van de van de, 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 de training sta ik te stuiteren van de energie... en de, re de rest dat zegt zeg maar... zo, ik moet ik moe <laughs> douchen naar bed... want ik ben helemaal kapot. En zij zou zeggen, ik doe hem nog een keer terug. Die, dus is de reclame van ja. het bammetje. Die zwemmer, ja, die ja, aan, ja, precies. bammetje van hem nog even terug. Nou, dat is Pranic Living. Het is gewoon de omgekeerde wereld. Ja, ja. dat is het ook. Wauw. Ja. Gewoon energie in overvloed. Uh. Ja, en Eline voor, als voorbeeld is super nuchter. Staat met twee voeten op de aarde. Is militair. Haar zus nodigde eruit reiziger. Nou, leuke uitdaging. Ik doe mee. En die doet, die doet het gewoon. Ja. En haar zus en haar moeder en de zwager, een hele familie is besmet inmiddels. Die allemaal zo wow. leven dat ik denk, wow, dit ja. is zo gaaf. Nou ja, laat die, die boom maar rollen, zeg maar. Ja. Steeds, ja. Die olieflek. Uh, oh, ja. Absoluut. Ja, ik denk dat we richting een afronding moeten. Ja. Maar, uh, <laughs> maar voordat we afronden, mm -hmm. je had het er net over uh, dat jij drie keer was overleden. Ja. <laughs> ja. Laatste, laatste dingetje. Um, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, het, het gekke was, um, al vanaf heel jongs af aan de, 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 wist ik ergens al heel sterk in mij: ik ga nooit ouder dan 50 worden. Hm. Dat stond zo als een paal boven water. En um, in een, een roerige tijd in mijn leven, met het loslaten van mijn partner, mijn scheiding, en dat was een. een, een, een Achteraf op magische tijd, in dat moment een hele heftige tijd, ja. waar mijn lichaam heftig op reageerde. En uiteindelijk heb ik ergens in de nacht drie keer een hartstilstand gehad. Ah, en ja, ja. uiteindelijk ook weer zo'n moment van compleet loslaten. Zij werd geroepen door een stem van je moet nu reanimeren. Uh, enorm traumatisch voor haar, tot drie keer toe. En voor mij een magische reis, want daar kreeg ik mijn boek te zien. Wow, wow. Daar werd ook letterlijk gezegd, ja. je mag Brahmend met gaan belichamen. Er gaat een andere energie stromen. Er komt een andere wijsheid binnen. En dit is wat je gaat doen. En nu mag je, mag je weer terug. Ja, ja precies. Ja, Echt dus heel mooi. Ja. Maar, ja, ja. maar goed, ik geloof ook niet meer in vrije wil. Ik geloof ook niet meer. Nee, ik snap het. het. leven is me zo overkomen en aangereikt. En ik viel van de ene verbazing in de andere. Ja, nou, maar dat, dit. dat is het. Ik bedoel, dat heb ik ook als dit waar is. En ik, mm. ik nou ja, weet je, ik ergens resoneert het ook heel erg sterk met mm. mij. Um, ja, dat ik echt wel het gevoel heb dat dit ook wel mijn, uh, mijn pad uh, is. Of Ergens, in ieder geval zou kunnen keer, zijn. Ja. Ja. Um, maar ja, de meeste mensen die, uh, die zijn misschien nog niet zover. Maar ik, ik, ik had wel zoiets van, van: als dit waar is, en dat kun je het beste weten door hetzelfde, ja, hetzelfde te gaan, hetzelfde ja. gaan doen, als dit waar is, nou, dan kan dat hele westerse ja. idee, of het hele westerse wereldbeeld kan Als ik kan leven van is energie, onmogelijk. klopt het of niet? Nee. Ik zeg altijd, voor mij is één en één ook geen één en ja. geen twee meer. Nee. Want alles waar we in geloven <laughs> zijn aannames. wat is nou één? Je hebt gewoon aangenomen dat ja. een streepje gewoon één is, maar wat is nou één? Ja precies. Waarom is een appel en een sinaasappel geen banaan? Ja. Dat ja. hebben we nooit aangenomen, ja. Ja, maar ja, de discussies die ik op Facebook voorbij zie komen en alle andere platformen: van ja. het is niet bewezen. Ik zeg: alles waar jij in gelooft is niet bewezen. Nee. Nee, dat Noord, Noord- en Zuidpool, ja. uh, positief, ja. negatief, ja. er zijn al bewijzen dat het heel anders is. Alleen we hebben alles aangenomen. Waar je naar zoekt, kan je vinden. Nee, maar dat is, dat is ook zo hoor. Ik bedoel, de wetenschap is ook een... In, ja. in die zin is het ook een geloof. Het is, ja. Dus heel veel wetenschappers zijn niet, niet bewust van de aannames o, die ze hebben. Alles zijn aan aannames. Ja. ja. grootste delen. Ja. Met, met, met pilletjes en poedertjes. Ja. Is, en, ja. 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 Heel, heel bijzonder. Bijzondere uh, wereld. Traan, man. Ja. ja, ik denk dat we toch, uh, toch echt moeten gaan afronden. Ja, helemaal. Uh, om, <coughs> ja, wat, wat kan ik ervan zeggen? Echt uh, heel inspirerend. Heel blij dat, ik je, dat ik je gesproken hebt. Is, is er misschien nog iets wat je nabrander van je uh, van Nee, dat, dat wil ik nee heel het geven. enige waar ik altijd mee afsluit. <coughs> Alles zit op je resumeer, zoek een teacher die bij je past. Of ik dan nou ben, of Rema of Just Jasmin, maakt niet ja. uit. Zoek er een die bij je past, maar ga het niet zelf proberen. Ja. Nou, dat vind ik een, en, blij, en blijf open, blijf open om, om, ja. om te ontvangen en te voelen. In plaats van het hier te begrijpen. Maar ga gewoon voelen: van, wow, wat doet dit in mijn systeem? Ja, nou dus heel is, mooi. Dat vind ik belangrijk. Hey, dank je wel. Jij bedankt. Ja, dank je wel voor deze heerlijke podcast.